De eerste is dus van het liedje... Somewhere out there. Oké, okay, dat is hier helemaal niks waar. Die ken je wel. Doe het maar mee. Uh, de great nee. Ik dacht dat we een soort van broederschap hadden. Ik dacht dat we een soort van understanding hadden. Dat de mannen van de light side in ieder geval uh, samen stonden in onze quest... <laughs> om uh, Powerpraat een betere wereld te maken. Maar er was er één iemand die vond het nodig... om bij onze aardsvijanden... <laughs> <laughs> Echt, verrader. Nee, wacht even, ik heb, ik heb de boel gesaboteerd. Hè? Ik heb gedaan alsof ik allemaal technische problemen had. Toen <laughs> hebben uh, heb uh, heb we met een ander programma opgenomen... en toen heb ik alle stemmen opgenomen. Toen moesten we het nog een keer opnemen... Oh. En was alle motivatie eruit. En de eerste was natuurlijk veruit het leukst. Dus we, heb, ik heb ervoor gezorgd dat het een enorm kutte pauwpraat is geworden. Dus ik heb gewoon voelen on sabotage. Ik was dubbelspion. Oké, okay, ja, voor de duidelijkheid. Wouter, die zat in de andere pauwpraat. Hoe durf je? <laughs> um, het is trouwens wel een van de weinige pauwpraatsen... Uh, die ik ook uh, daadwerkelijk voor de helft heb geluisterd. Uh. <laughs> Wat toevallig <de> <laughs> Ja, ja. Is er een verband? Ja, maar ik kan, kan dus niet naar die ronde luisteren. Hè? Die komt dus met niks nieuws. Die zegt alleen maar een ja. Of. Uh, <laughs> ja, je hoort ja, jezelf heel graag nee. praten. <laughs> nee, nee, kan, nee ik... uh, Was het leuk? Was het leuk? Nee, hè? Nee. Nou ja, het was minder leuk omdat het twee keer moest opnemen. Dus. Ja, dus, ja. Uh, maar, de andere, maar gewoon de inhoud was, was ook minder leuk, ja. Maak ze u hebben u geen comment van de week, zeker? Nou, dat, daar ze hadden wel wat comments op gelezen. En uh, ik, ik vond het wel leuk. Ik heb me uh, prima vermaakt. En, heb je nog uh, wat, okay. wat inside info of zo daar uh, los Nou ja, ja, hoe gaat uh, het uh, daar? Uh, ze, ze krijgen dus ook wel heel vaak te horen, dat, volgens Ron, dat wij de leukere zijn. <laughs> oh... Ja, dat, dat vond ik ook best wel, wel zielig. Ja, dat vond ik ook echt wel zielig. Toen had ik ook zoiets van: Oh. Dat is toch echt wel oh. Oké, okay. ja, nou goed. Ja. Um, nou misschien moeten we maar gewoon. Minder leuk like doen. Op een positieve manier ja. met die mensen omgaan. Ik maar, bedoel, Dat zijn ook mensen. Waarom, uh, nu, waarom, nu waarom zat je in het? de dark side dan? Ze hadden me gevraagd. En, uh, ja, Martin die heeft geen internet, dus die kon die niet opnemen. Martin nee. heeft geen internet, oké. Okay. Dat vond ik ook heel bijzonder. Ja, zijn, uh, zijn, zijn, zijn modem was ge, ge, ja, uh, oh. gefried. Oh, oké. Okay. En uh, Ziggo duurt, doet er blijkbaar anderhalve week over om even langs te komen en, uh, en dat te fixen. Chill. Oké. Okay. Ja, dat is echt wel chill, inderdaad. Nou, ja. Zeker in deze tijd van thuiswerken en zeker, dat het, ja. Uh, ja. grappen. Ja. Uh, maar hoe gaat het, uh, heren? Gaat het goed? Ja, ja, ik heb nog een kleine, kleine nasleep van uh, de corona. Ik ben nog een beetje verkouden, ja. een beetje gaar. Ja, beetje je was moeder. wel verkrekt, hè? Ik, ik was Holy behoorlijk shit. verkrekt, inderdaad. Uh, geen woord aan gelogen. Uh, maar ja, we zijn inmiddels dus twee weken verder. en uh, ik, ik voel het nog steeds een beetje. Ik ben niet echt ziek meer, maar... Ja, het, 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 het duurt wel lang, die bende, man. Shit. Ja, ja je kan er echt nog, nog weken misschien wel maanden echt last van houden nee kappen nou uh, lastig <laughs> van ja maar gelukkig doe je niet veel aan sport dat klopt dus daar zou je er geen last van hebben dat klopt <laughs> dat scheelt een hoop <laughs> nee maar ik wil echt mensen die, die, die kunnen gewoon als ze normaal hardlopen die die kunnen er gewoon voor weken lang Zitten die gewoon met een soort van gekke kortademigheid? Het gaat niet lekker, het, het, het begint ja. te irriteren. Ik, ik heb ook gewoon een gewone griep gehad. Hè? Ik bedoel, dat, dat bestaat ook nog gewoon. Zeker. Uh, maar ik ben ook nog steeds uh, gewoon echt extreem moe. Ik ben uh, ja. normaal uh, ga ik zwemmen, maar ik, ik heb er gewoon de puft niet voor, weet je. Ik ben dus, gewoon dus, uh, moe, uh, moe omdat, we, omdat ik echt naar vakantie toe ben. Ik, ben, ik moet echt vakantie hebben. Maar, uh, nou, weet je, dat is, Het is ook slopend om, om te verhuizen. Ja, ik precies. snap ja, het wel. Ja, dat klopt. Dat, dat is echt. Uh, en ook nog verbouwen. En, 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 en nu heb ik echt zoiets van. You know, ik, ben nou, ik, heb, ik heb ook sinds ik zeg maar, freelancer ben nog niet echt vakantie gehad. Zeg, zeg maar, voel gewoon achterhoek eraan. Dus, uh, maar goed, hè. Nee, je, durft, ik, je durft het niet, hè. Je bent bang om, om failliet te gaan als je een week op het strand ligt. Ja, <laughs> het kost geld en het levert geen geld op. Dat is, dat is een soort van. Oh ja, dat is wel God. waard. Dubbel op, inderdaad. Is ja. gevaarlijk. Een tweezijdig zwaard is het gewoon. Ja, vakantie. Ja, gevaarlijk. Maar het heeft ook positieve kanten Ja, ik heb, het ook, ik heb inmiddels al een vakantie gepland. Dus het komt goed. Ah, oké. Okay, okay. Ah, okay. Ja, zeker. Met geld? Met, met geld. Gewoon, uh... met geld. Uh, of heb je een barter afgesloten? Nee, uh, <laughs> nee, nee. Het is volledig. Uh, nou ja, het, het is zo'n all-inclusive ding. Want ik dacht van, hey, ik ga echt goed. Zeg maar, gewoon dat je niks ja. hoeft te doen. En dat heb ik nog nooit gehad in mijn leven. Ja. Dus ik ben echt benieuwd hoe ik, de, hoe ik, hoe ik dat ga trekken. Maar uh, dat betekent wel dat, zeg maar, omdat je alles, alles al voorbetaald hebt... hoef je die weken natuurlijk geen geld te betalen. Dus dat voelt als een soort van besparing. Ja, ja. ja precies. Ja. Heel veel mensen... Er heerst wel een soort van stigma op all-inclusive vakanties. Klopt. Ik heb het nog nooit gehad. Maar er zijn wel veel mensen die hebben een soort van negatieve... Ja. Uh, hm. mening over, ja. maar het is en, letterlijk. En ik weet niet, het, het, het is gewoon. Waar van, het precies aan ligt? Nou, omdat, ja, ik denk omdat het echt tegenovergestelde is van avontuurlijk. En je gaat naar een ander land, maar je ziet niks van dat land. En uh, ik snap het wel oh, ja. een beetje. Ja. Uh, ik, ik bedoel, maar ik snap oh, het Het, wel het gaat een beetje, niet maar... over het all-inclusive gedeelte, maar het gaat gewoon over het feit dat je eigenlijk uh, ja daar gewoon een beetje blijft hangen omdat je daar hebt betaald. Dus waarom zou je dan buiten dat? Precies. Ja, die bubbel van betaaldheid gaan. Zeg maar. ja. Ja. Dus ik ben ook benieuwd hoe ik ga trekken. Die bubbel van betaaldheid. Ja. Die bubbel van. Uh, van uh, ja, je wordt gewoon op je wenken bediend. En dat lijkt me wel chill. Je hoeft niet te na te denken over eten, over drinken. En je gaat gewoon een beetje, oh, ga ik nu naar het zwembad of ga ik nu uh, in mijn bed blijven liggen. Dat is ongeveer de moeilijkste keuze die je moet maken. Oh, en wanneer ga ik eten? En wanneer ga ik mijn hand opsteken om de ober te roepen om eten te brengen? Het lijkt me echt wel chill. Uh, ik ben benieuwd of ik dat. Want ik heb altijd van die avontuurlijke vakanties gehad. Of semi-avontuurlijk, weet je, hè? dat je ergens naartoe gaat die dingen gaat bekijken. Je bent altijd in de weer. En één keer op Bali heb ik wel een beetje een soort van gechilled Maar dan nog steeds hebben we wat dingen gedaan. Dus ik ben benieuwd of ik me niet kapot verveel. Maar ja. Dan ga je gamen. Of je hoeft... ga je... Nou, waar ga je dan naartoe? Precies, je hoeft toch ook niet helemaal niks te doen, zeg maar? Ja, je, kan, je, kan, je kan wel, uh, je kan wel de, 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 de poorten van het hotel uitgaan. Ik uh, bedoel, het is niet toch? zo dat je dan meteen wordt uh, afgemaakt... Uh, oh, door ligt er aan waar je zit, <laughs> <laughs> Dat kan, maar volgens mij wordt het niet aangeraden. <laughs> nee, grapje. Uh, het is een Turkije. is dus op zich... Uh... Oh, ja. ja, maar dat land... Ah, Oké, okay. dan moet je wel oppassen voor inbollingen met speren, denk ik. <laughs> het land trekt me op zich ook niet superveel of zo. Dus we gaan er gewoon echt heen... omdat het een fucking goed resort is. Ik heb... Oh, oh vergeet, echt serieus. Vergis je er niet in. Nee, nee, nee. Turkije is echt een fucking mooi land. Ik, ik, ik heb er ook wel goed over gehoord, hoor. Ja, zeker. Hoor. Ja. Alleen... Je moet er alleen geen niks negatiefs zeggen... over, uh, over die, die dictator. Nee, precies. Nee, maar dat is het ding. Ik, het is, ik weet dat... Het, ik hoor er goede verhalen over... maar het is niet een land waarvan ik denk... nou, daar ga ik even... Uh, drie weken lang uh, uh, rondkijken en alle steden bezoeken. En dus het is, we gaan puur daarheen mm -hmm. voor, voor het resort... waar alles fucking goed geregeld is. en uh, Volgens mij only adults ook, dus geen kinderen. Oh, heerlijk. <hiee> Oké, okay, ja, dat is wel nice. Ja, dat lach je. Yeah. Echt, dus je hebt niet eens last van die schreeuwende kinderen. Je, hebt echt, je ligt daar gewoon alcohol te, te, te nemen. En misschien dat ik oh. nog een beetje ga sporten... om niet helemaal 90 kilo terug te komen. Maar, Verstaan. you know... Het, uh, het, het, klinkt, het klinkt wel als, als, als hemel zo. Dat je niet eens hoeft na te denken. Ik zou denken... ervoor er tekenen om 90 kilo terug te komen van uh, vakantie. Ja. Maar <laughs> ja. Uh, maar, maar moet je nagaan dat je niet eens hoeft na te denken. van waar je gaat eten of zo? Niet eens nou, waar. Dat wel, want je, je hebt verschillende buffetten uh, natuurlijk. Ja, maar niet, in, in welk niet welk restaurant. niet is gewoon echt ja, dus moe moet je f... niet reserveren? Precies, er zijn nee. zeker meerdere restaurants. En ook wel alle carte restaurants waarschijnlijk. waar je moet reserveren. Het is echt wel keuze. Het is echt niet maar één, één plek waar je kan eten. Sowieso. Als je moet reserveren? <laughs> ik zou sowieso in dat kartrestaurant uh, gaan. Hoe awesome is dat? Terwijl je aan het karten bent. Hé, uh, hela. Yeah. Wauw. Wow. <laughs> dat is dus mijn ja. soort vakantie. Yeah. <laughs> ik, ja. Uh, dus ja, vakantie en dan niet van het avontuur. Maar ik wil, ik, ik wil ook nog steeds heel graag weer heel snel naar Japan en naar Amerika. Want die landen mis ik allebei knetterhard. Dus oh, dit is, is meer ook. een soort ja. van. Dit is zeg maar een soort van. <coughs> Snelle injectie van rust. En daarna uh, kan ik weer hopelijk weer gewoon de tegen tegenhouden qua werk. En dan gaan we weer echte ja. dingen doen qua vakantie, zeg maar. Ja, we zijn ook aan het kijken om in oktober uh, te gaan naar een plek waar de zon is. Heerlijk. Ja. En uh, we zitten. Te, we, we neigen nu naar Kaapverdië. Oh ja, ja, ook gewoon. Oh, ja. Ik is het tof? Uh, Kaapverdië zelf is niet zo heel erg boeiend. Uh, maar het, het is heerlijk weer en de mensen zijn heel chill. Het is heel warm Ik kan verder ja, zelf. Is, is, ja, is inderdaad een van die weinige landen... Maar het zijn allemaal eilanden, toch? Ze zijn toch ja. meerdere eilanden? Ja. ja, ik ben op twee geweest. Uh, Sal en Boa Vista, geloof ik, heten ze. Het uh, ja. is allebei een beetje uh, vulkaanachtig. Uh, plat. Niet zo heel veel boeiend. Uh, maar nogmaals, oh, he okay. heerlijk weer en, uh, en fantastische mensen. Hmm. Het zijn, het zijn echt oh. inderdaad van die paar weinige landen die nog betaalbaar zijn... maar waar het wel altijd fucking heet is. Ja. Uh, dat zijn er echt niet zoveel landen. Dat, dat viel me wel tegen. Want vrienden willen heel graag naar de warmte toe. Hoor. Ik heb zoiets van ja, weet ik veel. Ik, uh, nou, het is chill dat het, dat, het nog, dat het nog soort van redelijk in de buurt is. Want Kaapverdi vlieg je naartoe in weet ik veel, 6, 7 uur of zo. 8, 8 uurtjes, ja. ja. Precies. Uh, en anders moet je echt de oversteek maken naar, naar Curaçao, of weet ik wat. Maar dan zit je 10, 11 uur. Dus uh, ja, het, is nog wel, het is nog wel redelijk dichtbij, zeg maar. Ik ken Caféria ja. van Helemaal Het Einde. En dat is trash-tv van, van een paar gezinnen die zeg maar, ergens naartoe gaan om een nieuw leven op te bouwen. Oh, mijn vriendin kijkt dat, ja. <laughs> ja, ja. Ik ja heb... Oh, wat? Ja, dat, okay. dat was onze trash-tv. Zaten uh... zij in Caféria? Ja? Wat hebben ze daar opgezet dan? Want er is daar niks. <laughs> Ja, ja, maar ik veel hotels Ik of heb uh... weer even zo'n zelfbewust momentje: dat, dat uh, we hier de paalpraat opnemen en we zitten ja, Welkom ja, bij, bij. Eerst ja, We hebben een paalkaar. half uur lang over vakanties te praten en, uh, en, en eilanden en, en uh, obscure tv-series. Ja. Zullen we anders gewoon beginnen met de comment van de week? Laten, Laten we, we dat doen, Jet. Beginnen. Ja, we ja, beginnen ja. nu pas. is het begin. muziekje. er weer doorheen. Muziekje. Nou, de comment van de week is vandaag van, uh, van Koen Simmers. En Koen Simmers, die, uh, die, die, die zette dat niet onder YouTube of onder, uh, uh, onder het, de video op uh, PU.nl. Uh, maar die stuurde mij een persoonlijk berichtje op uh, Twitter. En ik wilde daar even persoonlijke aandacht aan schenken. Want uh, Koen Simmers is um, uh, niet zomaar een uh, Power Limited fan. Maar hij uh, werkt voor uh, politiebonden. Okay. Even kijken hoor, dan moet ik het even goed zeggen. Die naam komt ook wel voor, moet ik zeggen. Hij is de hoofdbestuurder van de Nederlandse politiebond en hij is, uh, en hij is een Pu fan. Um, hij, hij stuurde mij een berichtje, want um, hij had een vraag. Hij zegt: um, ik ben, um, je kent me niet, maar ik ben een PU fan en daarnaast bezig vanuit de Europese politiebonden in en rondom Oekraïne. Uh, en hij coördineert alles zelf vanuit Nederland en Polen. Uh, binnenkort halen wij een 16-jarige jongen uit Oekraïne naar Nederland. Hij komt te wonen bij een Nederlands politieagent thuis en zal regelmatig in het ziekenhuis gaan verblijven. Zijn ene been is verbrijzeld en zijn andere been is inmiddels geamputeerd. Hij is nog in Oekraïne en wij uh, gaan hem daar zo spoedig mogelijk proberen weg te halen. Lang verhaal kort: die jongen kan niks anders dan in bed liggen de komende maanden en moet dan gaan revalideren. Ik wil iets van een PlayStation, Nintendo of Xbox voor hem regelen met sport- en race games. Schietspellen lijken me niet zo handig. Hebben jullie bij de puur misschien iets over voor deze jongen? Dus uh, de, ik, ik, ik las dat gisteren en blijkbaar had hij al veel eerder een berichtje gestuurd. Maar die jongen is inmiddels alweer in. Um, uh, die is al in Nederland. Oké. Okay. Samen met zijn moeder. Um, een tragisch verhaal natuurlijk uh, wat er gebeurt allemaal in de Oekraïne. Um, maar je is allemaal in een, een vreemd land. Zijn bij vreemde mensen thuis. Um, en je, hebt, uh, je kunt je beide benen niet meer gebruiken. Het, is echt, uh, wow. het, het, het lijkt me echt verschrikkelijk. Hmm. Nachtmerrie. Um, heel tof dat ze dat doen, in ieder geval. Dus ik dacht, uh, ik, ik las dat gisteren. Ik, ik denk van, nou, ik ga daar sowieso even kijken of we daar iets met puur kunnen doen. Maar ik dacht, we gaan vandaag Pauwpraat opnemen. Uh, misschien kan ik meteen al wel onze hele fijne community van, uh, van luisteraars en kijkers inschakelen. Dus. Um, als je wat hebt uh, voor uh, mensen uit Oekraïne, want hij um, heeft bij gelijk meerdere trajecten. In dit, dit geval is het extreem schrijnend, en de jongen is 16 en, uh, en kan alleen maar in bed liggen. Dus uh, vandaar dat dit zijn, uh, zijn hoofdprioriteiten. Maar um, hij heeft daar, dit soort trajecten zijn er meerdere. Dus mocht je wat hebben uh, en je wilt het wel kwijt aan iemand die het ongetwijfeld enorm zal waarderen. Um, en uit een oorlogsgebied komt en uh, dus houd er wel even rekening mee. Niet al te veel oorlogsgames uh, uh, of wat dan ook. Maar mocht je iets hebben voor deze mensen, uh, laat het dan even weten. Uh, je kunt natuurlijk in de comments uh, kwijt. Uh, maar stuur, denk ik, denk dat het handig is als je. Um, nou, stuur mij maar gewoon even een mailtje naar cheert.pu.nl. Um, ik ben me van bewust dat ik nu straks waarschijnlijk heel veel uh, potentiële mail uh, krijg. Maar, ik, ho ik hoop het. Ik ga ervan uit dat het in ieder geval uh, hier om gaat. Um, ja, als je wat hebt wat deze mensen kan helpen, uh, laat het me even weten. Dan uh, ga ik dat uh, even in combinatie met, uh, met Koen proberen te regelen. Dat deze mensen, uh, nou, in ieder geval een beetje, nou ja hun zinnen kunnen verzetten met, met videogames. Um, dat lijkt me wel, uh, wel zo mooi. Het de beste manier dus, uh, om je bedankt. zinnen te verzetten, toch? Helemaal als je bed Ja, bent. perfect. Ja. Inderdaad. Uh, bedankt Koen voor je, voor je comment. Nou ja, het is meer een, een persoonlijk bericht... maar uh, ik, ik waardeer het heel erg... Uh, uh, dat je dit soort dingen doet. Dus uh, vandaar. Even een applausje voor Koen. Een hey, applausje voor Koen. Ja. Hey. Uh, ik vind het altijd fijn... Dat mensen uit onze community dit soort uh, dingen doen. Hartverwarmd. En daarbij ook Absoluut. aan ons denken, zodat we daar ook iets uh, aan mee kunnen uh, bijdragen. Um, daarnaast ging het over. Ja, dat is natuurlijk heel. <laughs> dit is natuurlijk heel serieus. En dan kom ik uh, met de, de andere comment van de week. <laughs> okay, we gaan nu even een tonal shift krijgen. Dus. We gaan ja, nu even van. Ja. Serieus naar. Yay. Ja. Zo heeft. Nou, laat ik proberen om de. de het verschil iets klein te, klein te houden. Dus um, de, laat ik beginnen met het, uh, deze comment: van kost verloren 0,50. En die zegt op YouTube: Een baard bevat meer bacteriën dan een wc-bril. Een baard van oh, wie? wie? Oh, een, een baard. Sorry, okay, een okay, baard okay, die okay. elke dag okay. nou gewassen wordt? Die ook? Een baard van, 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 van een Alliaanse zwerver denk, waarschijnlijk. Ik denk een gemiddelde baard. Mm. Um, 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 maar, oh ja, ik, ik, ik snap dat jij direct in de. Natuurlijk, ja. ja in ja, de verdediging. Ja, ja. De gemiddelde last, baard. Ja, weet je hoe fucking ranzige gasten er op de aarde rondlopen? En hoe die het gemiddelde naar beneden halen? Weet je hoeveel gasten. Het de, gemiddelde de, van. Het. van de... Ja, hoe ben je überhaupt aan, zeg maar, zeg maar, zelfhygiëne doen. Of zelf uh, persoonlijke hygiëne doen. Ik bedoel, ja, yeah, sure, <totstuk> Dan snap ik dat het gemiddelde fucking baard. Het gemiddelde van baardhygiëne is fantastisch. <totstuk> <totstuk> ik bedoel, er zullen vast ook wel mensen zijn die, ik weet het niet, die hun baard nooit wassen. En dan, ja, dan gaat het gemiddelde rap naar beneden. Maar goed, interessant. Wow. Ik had het ook gelezen en um, ik voel me niet. <totstuk> Aangesproken door het gemiddelde baard. Het is niet baard. zo dat het moment dat je baard hebt dat je dan direct Vet meer bacteriën hebt, ja. de... <laughs> zo van, alsof bacteriën oh zo naartoe komen, vliegen zo. Ah, ja. hey, dat is een baard! We gaan, jongens allemaal naar de baard. Ik had dat ook gelezen, ja, en ik, uh, ik vond het een leuk feitje en ik ben ook benieuwd hoe die eraan komt. Kees. Ja. Um, ik ken trouwens nog een mop over uh, een baard, maar die duurt wel heel lang. Dus misschien is dit niet het goede podium. Een mop? Echt? Maar, um... Als in een oldschool mop, als in die dingen die bestonden ja. voor de tabuzo. Ja, wauw. Uh. Uh, dit is in de tijd dat ik dacht van... Ik, ik denk dat het altijd wel goed is om een, uh, een, een, een goede mop paraat te houden. Mm -hmm. Zodat je als je even niks anders weet te vertellen, dat je dan... Gewoon uh, oh, die nou, mop erin gooit, er eens even een mop in. Je hebt nog nooit zo als een boemer geklinkt als die joh. Ik, ik vind nou, het heb eens een keertje. Wat? Nou, eh, nou, ik vind het dan ook wel weer grappig om dan van die hele lange moppen. Dus dat ik, je er dan ja. echt allemaal dingen bij precies. kunt verzinnen. Ik, en ik, ik, stemmetjes, ik weet het ook, één mop inderdaad. Die, die duurt fucking lang, maar de clue is echt heel flauw. Dat is dus echt. <laughs> dat vind ik ja, heel precies. Mooi. Dus de langere de opbouw, des <hums> dus te de meer de, 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 de. Hoe heet dat? De, 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 hoe heet dat ook weer het einde van een mop? De clue? Nee, dat heet toch de snijter of zo? Ja, de. Ja. Oké, ja de nee, punchline. Anyway. punchline. De punchline, punchline inderdaad. Ja. Dus de langer de mop is, dus te harder de punchline <laughs> okay, tegenkomt. Oké, ik wil nu gewoon uh, voor de volgende keer in de comments graag uh, horen... of jullie allemaal een mop willen horen van ons. Uh, want volgens mij ja, je hebben, je al, er, hebben we allemaal... zet favoriete een mop. mop in de... Ja, <laughs> <laughs> we kunnen wel een paar praat moppen editie doen. <laughs> Wauw. Dan, no dan nodigen we abnormaal uit. Jezus. Jezus. Een konijn. Die heb ik echt weer geen twintig jaar niet gezien. Gelukkig. Mag ik dan alsjeblieft oh. meedoen met uh, Darkseid oh. van de PowerPraad voor de. Nee, 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 en dit komt <laughs> ik ook ik gewoon goed op. Echt vreselijk. Abnormaal vond ik zo vreselijk. Daar ben ik echt ja, een soort ja, van was het boos van. Ja, was het ook. Wat een kut televisie. En dan ja. was een van de. Zeg maar. Het soort van. Blonde Del. Echt zo'n Del. Ja, zo'n lekkere je? Bimbo was. Ja, Beth heette die. Ja. Beth. Beth. Ja, je <laughs> heet. Ongelooflijk. Wat een kut televisie. Ik weet gewoon al die namen. En, en die guy, die was dus ook een volkszanger. Die de Robbie Ronald. Oh uh, ja, ja, Er zat zelfs een volkszanger bij. Alles wat ik haat. Behalve dan. Het feit dat het een Konijn is, dat vond ik dan nog wel cool. Dus daarom heb ik er volgens mij naar gekeken. Ah, het is een soort van Tering. roze konijn, van, van volgens mij, konijn. was het, ja. Van ja. Die, ik weet zelfs de artist van die dat konijn heeft ontworpen. Dat is Toon van Driel. Een oversext uh, roze konijn was het. Yeah. Ja, oh man, wat slecht. Ja. En, en ik, vond, ik vond zeg maar die, die Toon van Driel... Volgens mij heette die gast zo. Strips, die vond ik best wel grappig. Dus ik dacht van, nou wie weet is het ook wel leuk. Maar nee, je Ja, echt vreselijk. Is het niet van, kle van, van, van uh, klepseikers of zo? Hoe... Uh... Nou ja, nee, nee. Joop Kleps, eigenlijk? Nee, 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 nee. Het was, het Zo, was, was cool. van uh, Toon van Driel en die had, uh, die had allemaal van die rare beesten-stripjes met rare beesten En Er was één een beest. Het waren gewoon allemaal bestaande beesten. Een was een geel kuikentje of zo had hij toch? Een soort van... Ja, oké. Hij had allemaal bestaande beesten en eentje ervan, die bestond niet. En dat was zo'n rare klein geel beestje met zo'n toeterbek. Oh, die bedoel ik. Ja, ja, ja. En dat heette dat locomotrutfantje. En die vond ik fantastisch. Jezus, <laughs> we zitten weer in dit obscure shit te graven. <laughs> ik, ik, ik wilde net zeggen, echt, we gaan van vakantie naar moppen tappen. <laughs> en dit is echt veel beter, inderdaad. Ja. En abnormaal, we hebben <laughs> ja. het over abnormaal. Gehad, hey, okay. hey, we we also, gaan uh, heen waar de koe mensen ontbrengen, toch? Bedoel, daar kunnen wij niks aan doen. <laughs> <laughs> um, uh, <laughs> ja, Harun Dalkilinch die zegt, uh, meneer de piepboys, Boys, okay. um, waar is mijn reactie die ik in de middag heb geplaatst? Hebben jullie weggehaald omdat het te confronterend was? <laughs> o jee. Okay. Uh, nee, dat doen we niet. Tenzij uh, het, het uh, 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 kwetsende uh, uh, comments zijn voor bevolkingsgroepen of zo. Of, of Haatdragend, ja. Um, halen ja. wij dat niet weg. Uh, we halen er op gekke manier toch wel een soort van... Uh, ...voldoening uit, als het ook... Een <laughs> nagedacht is over een comment om, om ons te haten. Uh, maar uh, nee, dat hebben we dus niet gedaan. Ik heb het ook even gecheckt. Uh, YouTube die haalt er soms wel eens een keer een comment uit. omdat er een uh, gek woord in zit. wat ze niet vertrouwen. En dan, uh, dan, uh, dan uh, zet hij hem ter controle vast. Dat is ook niet gebeurd. Dus ik denk, Haroun, dat, ja, dat, dat er iets mis is gegaan met het plaatsen. Maar ik ben nu wel heel benieuwd naar je comment. Ja, plaats hem gewoon nog een hoe keer. Hoe confronterend die ook wel zou zijn, in ieder geval. Dus uh, laat hem gewoon <laughs> nog een keer achter. Als je, uh, als je nog praat kijkt of luistert, ja, dat is uh, natuurlijk aan de vraag. En voor de rest waren er heel veel comments over hoe uh, fantastisch mensen mij vonden. Dat wordt altijd gewaardeerd, dus blijft die zeker ook droppen. <laughs> <laughs> uh, en die ga je verder niet oplezen? Oh, oké, okay, gelukkig. Wel. <laughs> Uh, die wil me nog een compliment geven voor uh, dat ik de standaard ben. Ik, uh, ik weet niet of... Dat, dat kan je ook op meerdere manieren in, interpreteren. Maar uh, mm -hmm. uh, hij noemt me ook dat ik een briljante stem heb. Dus dank je wel daarvoor. Uh, dat het top is om te luisteren. Um, en dokter Mario, die zegt... Die noemt mij de Nederlandse Morgan Freeman. Wauw. Nice. Oh, doe maar. Dus... Zou je zo mee in slaap kunnen vallen? Ja, dat kan je ook weer op twee manieren opvatten. Maar uh, ik, ik, ik vat het maar op de goede manier op. Uh, dank jullie wel voor de hardverwarmde de comments. Um, het, uh, ja, het was leuk om ze weer even door te lezen. Dus als je een comment hebt met een mop of met een, uh, een, een confronterende opmerking of met een compliment. Het kan allemaal. Zet het lekker onder in deze comments. Uh, op YouTube of op pu.nl. Uh, wij waarderen dat heel erg. Misschien kun je wel zeegeluiden gaan de... inspreken, Tjeerd, uh, om mensen in slaap te brengen. Wat voor geluiden? Zeege... Zeegeluiden inspreken? Ik wil, uh, hoe... <laughs> hoe dan? Dan doe je de zee na of zo? What the fuck? Ja. <laughs> ja. <laughs> Lekker mensen aan het slapen. Er, kom, denk ik. er komt een golf ja. op de branding. En <laughs> <Oesh. laughs> uh, nog één. Hahaha. Had een <laughs> feestelijke voice over, ja. <laughs> <En> nog één. <laughs> dit, ja, dit is voor mensen die doof zijn dan. Of zo. Dat je. Nee. nee, 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 dood nee dat dood niet nee nee, nee. niet, nee, nee, Niet, nee. Niet voor mensen die dood zijn. Nee. <laughs> ja, want die kunnen wel naar jouw stemluiders luisteren, maar niet naar de zee. Wat <laughs> Uh, ja, <laughs> daar moeten we nog even over nadenken. Jongens, uh, hebben wij uh, nog iets uh, interessants gespeeld uh, de afgelopen tijd? Mm. Florian, zeg het maar. <coughs> Sorry, ik verslik me bijna. Um, ja, ik heb wel wat, uh, wat leuks gespeeld. Uh, te beginnen met. Uh, ik heb een nieuwe PlayStation VR-game gespeeld waar ik heel erg naar uitkeek. En dat is het oh. tweede deel van MOS. En, oh, ja. uh, ik weet niet of jullie uh, mos kennen, het eerste deel. Ja, zeker, Dat is met zeker. een uh, muisje, toch? Ja, het is met een heel schattig uh, klein muisje. Ze heet Quill. Um, en uh, die game die kwam vier jaar terug uit, geloof ik. Best wel een beetje op het begin. Uh, en was een, een, een hele leuke en charmante uh, platformer game in, in VR. Waarmee je inderdaad uh, een muisje kan besturen. Uh, maar het leuke in die game is dat um, jij bent een beetje een, een godachtige gedaante. En jij kijkt eigenlijk een beetje neer uh, op uh, Quill en op de wereld. Um, en terwijl je Quill moet besturen in een, in een platformgame dus. Uh, moet je zelf ook de levels en de omgevingen beïnvloeden uh, in jouw godachtige gedaante. Um, okay. en, en deel 1 was, was erg leuk, was, was heel charmant. Uh, maar de game zelf was wel een beetje um, simplistisch. De gameplay was vrij simpel. Het uh, was, was meer een soort van, um, ja, dare I say het, een uitgebreide tech demo. Uh, maar goed, deel 2 is er nu dus. Uh, Mos Book 2 heet hij. Um, en, en, en dat lijkt wat meer op een game dan alleen maar een tech demo. Uh, en daarmee bedoel ik vooral dat de interactie tussen het muisje Quill en jij als speler uh, is echt keer 10 gegaan. Uh, en daarmee bedoel ik dat je, je moet veel meer het muisje helpen om door de levels heen te gaan. Uh, dus je moet obstakels moet je aan de kant schuiven voor hem. Uh, of je moet de overhalen. Je moet vijanden moet je beïnvloeden. Uh, en dat allemaal terwijl je dus ook Quill bestuurt. Uh, en het is zo leuk gedaan. En in deel 1 nogmaals was het, was het wel leuk. Uh, maar een beetje tech demo achtig. Uh, en in deel 2 uh, gaan ze daar echt wat dieper op in. Het is veel meer een gamers game nu. Het is ook wat moeilijker geworden. Uh, Quill heeft ook wat nieuwe mogelijkheden en wat nieuwe wapens. Uh, en het is, het is echt, als je van platform games houdt, dan is het sowieso al een leuke game. Maar omdat het een VR is en omdat je echt een beetje die connectie krijgt met dat muisje. Omdat het muisje is eigenlijk heel erg hulpeloos. En jij als eh, godachtig ding bent oppermachtig. Dus het is vooral die, die combinatie die, die die game heel erg magisch maakt. En ja, daar heb ik echt heel hard van genoten. Ondanks. Daar moet ik er wel een beetje bij zeggen dat. Maar hoezo is de god dan? Kan je, heb je echt magische krachten? Of ben je eigenlijk gewoon een mens? Want een muis is toch in feite gewoon klein? En ja. daar dus kan je als mens ook gewoon op. Uh, uh, je Stamper. bent niet echt een, een mens. Je bent uh, een soort van gedaante. Ik weet niet zo goed hoe ik het moet omschrijven. Je, bent, uh, je hebt een soort van zwart gewaad aan. Je lijkt een beetje op zo'n um, uh, zo journey. ...achtige character. Dus met zo'n... Zo ...lang oh, gebaat. Okay. Um, dus, ja. dus dat ben je. En, en je bent heel groot. Je bent toch veel groter dan, dan een mens eigenlijk. Wordt het, uh, okay. het ook duidelijk... ...uit de game wie of wat jij bent? Of wat, 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 wat jouw... Zeg maar nee. ...origin is of zo? Nee, nee. nee, nee. Dat, is best wel, dat is best wel onduidelijk. Het gaat meer om... ...om het, om het verhaal van Quill. Oké. Okay. Um, en, en ja, jij, jij helpt gewoon eigenlijk. Wauw. Um, je bent niet de narrator. Je bent niet de verteller van het verhaal of zo. Nee, nee. Nee, je komt gewoon elke keer in een, in een nieuw stuk, level, uh, en, en daar moet je doorheen en dat doe je door samen te werken met, met Quill, die jij dus ook zelf bestuurt. Uh, maar het is zo aandoenlijk, omdat die, die Quill die is zo hulpeloos. Dus iedere keer als je helpt ook, dan kijkt dat muisje, kijkt dus zeg maar naar boven, naar jou echt. No. Uh, en, 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 en dan kijkt hij heel verliefd naar je van, oh wauw, je, je hebt me geholpen en... Het is zo schattig. Het is zo cute. En omdat het in, in VR is, komt dat, weet je, dat, dat komt zoveel beter over nog dan op een, op een beeldscherm. Dus je krijgt echt die connectie met dat muisje. En het is echt heel erg leuk gedaan. Dus ik, ja, ik, heb, daar, ik heb daar heel erg hard van genoten. Al, al inderdaad, en dat wilde ik zeggen, PlayStation VR uh, is. Ja, je wilde is, net zeggen, uh, dat is wel... oh, Dat ja, is behoorlijk, ja. behoorlijk wow. verouderd. Dat uh, is wel echt een stap terug vergeleken met andere VR sets van, van tegenwoordig. De resolutie is laag, de uh, helderheid is laag. Dus ja. uh, tijdens het spelen van, van MOS 2 dacht ik de hele tijd: oh wat hoop ik ontzettend! Dat PlayStation VR 2, die eraan komt, natuurlijk daadwerkelijk. Ja, die komt in 2023, toch? Uh, nee, die komt eind dit jaar, denk ik. Ja? Oké, okay, uh, ik dacht begin 2023, uh, dat, zou, dat zou ook nog kunnen, inderdaad. Het, het ligt er een beetje aan hoeveel moeite Sony natuurlijk heeft om die dingen allemaal te gaan maken in deze tijd. Uh, maar ik denk dat het originele plan is om dat eind dit jaar te doen. Maar goed, we zullen zien, inderdaad. Maar ik, ho ik hoop zo hard dat die volledig backwards compatible wordt. Zodat we al die games ook in PlayStation VR 2 kunnen spelen. Want die games zijn echt wel tof. Alleen de hardware is wel echt aan het verouderen nu. En ik die hele setup. En met die camera en 100.000 kabels. En uh, terwijl ik eigenlijk gewoon alles speel met mijn Quest. draadloos via de wifi. Het is, yeah. het is wel echt een, echt een downgrade. Het en, voelt bijna is... alsof je alsof je <laughs> uh, Xbox 360 weer uit de stal haalt. Ja, je gaat, je gaat echt even een generatie terug inderdaad. En, en daar kan de game natuurlijk niet zo heel erg veel aan doen. Maar ik dacht wel de hele tijd terwijl ik aan het spelen was: van, oh, ik, ik hoop dat Moss of naar, naar de quest komt. Of inderdaad naar PlayStation VR 2 nog. En ik, ik, ik denk wel dat Sony daar heel erg hard mee bezig is. Zeker met dit soort games die je eigenlijk gewoon met een controller speelt. Die moeten ja. echt wel gewoon over te zetten zijn naar, naar PlayStation VR 2. Dus ik ben benieuwd. Maar leuke game. Als je PlayStation VR hebt uh, en, en je hebt zin om hem af te stoffen, dan, uh, dan is het wel echt een leuke game. Hé, hey maar hoe, nou ja. hoe schattig is het muisje op de schaal van 10 Fivel, 1 Jerry? Van John met Jerry. Jerry? Is Jerry niet schattig? Nee, ja, dat is fucking niet dat beest toch? Dat is ook niet schattig. <laughs> okay, uh, let, of, of, itchy, of Itchy of Scratchy van, van The Simpsons, zoiets. Die is ook niet schattig. Mm, Ik uh, weet niet of nou Itchy of Scratchy is. Ja, dan uh, zit Quill wel op een 8 uh, hoor. Ja? Ja. Okay. ja, het is cute. echt heel cute. Is, wat is FIFO? FIFO is, is echt de ja, cutest meisje ever. Ja. ja. Dat is van. FIFO. Uh, hoe heet die film? FIFO in het Wilde Westen of zo? Ja, dat is er, volgens oh, mij de ja, tweede. Ja, ja, die heb ik al gezien. Ja. De eerste ja, is ja, met. Uh, de, de, de eerste uh, is van het uh, liedje. Somewhere uh, out there. <laughs> Oké, okay, okay, dat is hier. niks van. Kom okay. Die ken je wel. Doe het me maar mee. Uh, de liefde krijgt. Hallo sky. <laughs> Oké. Okay. hoe kan, hoe kan, dit nou je, je, kan je, je, je dit nou zo verneuken? Je, hebt. ook okay. je best wel een goede stem, maar dit is, uh, Dit is een paar Octavius te hoog voor me, wil ik maar. Nice. Dat is, volgens mij echt een Steven Spielberg geproduceerde uh, tekenfilm yeah. uit de jaren oh 80. Dat en, en, en de eerste Hij heet Oh, wow. <laughs> well, there you go. En, en die eerste film was volgens mij dat hij zijn ouders kwijtraakte of zo. En hij was ook een beetje Russisch. Uh, ja, hij was ook een beetje inderdaad. Een soort van Russisch stijltje had, had dat gezinnetje. Met zo'n paar. Moet er niks van hebben. Met een paar <laughs> pa met een bommuts op en zo. En uh, volgens mij, nou ja, goed. Oh, Het, een ik, avontuur met een staartje. Juist. Ja. Ja. Kijk, dat zijn de punchlines ja, precies, dat zijn... <laughs> maar goed, uh, buiten, Zo heet het. buiten Mos uh, heb ik... Ik hou hem gewoon even op... Uh, ja, ga op, maar op, gewoon op, even door. Gaan precies, door. Laten, we ja. laten we het over games hebben in plaats van Vivo. G Giet heeft is een ADD, speelt weer op en hij is compleet afge, <laughs> afgeleid. Maar... Uh, andere game die ik flink <laughs> heb gespeeld de afgelopen twee weken... dat had ik eigenlijk niet echt verwacht van tevoren. Uh, en dat heeft eigenlijk ook maar één reden... en daar gaan we het straks ook nog wel even over hebben... is dat de E3 er niet is dit jaar... Oh ja. Uh, en ik, ik zal maar gewoon eerlijk zijn. Ik mis L.A. een beetje. Mm -hmm. uh, ik ben er inmiddels, uh, wat is het, drie jaar niet geweest? Oh ja. En dat zijn first world problems, dat snap ik ook wel. Maar um, en normaal gesproken was het sowieso een jaarlijks uitje. Maar we gingen best wel regelmatig naar L.A. Ook voor andere dingen. Ja. En nu uh, ja. zijn we echt een paar jaar niet geweest. En ik, ik, ik mis het wel echt een beetje, moet ik eerlijk zeggen. Dus toen er bekend werd dat de E3 er niet is. Um, heb ik uh, GTA 5 opgezet? Want ik dacht, uh, fuck echt it. echt waar. Dan, uh, dan maar haar... GTA 5 gewoon weer de singleplayer of, uh, of, ja, of ga je voor online? Nee, ik, ik ben gewoon weer de singleplayer ingedoken. En wel in die, in die PlayStation 5 update. Um, dus ik heb een tientje neergelegd ja. voor een, een 60 FPS patch. Want dat is het, laten we eerlijk zijn. Um, qua update stelt het allemaal niet zo heel erg veel voor. Uh, Rockstar is sowieso raar bezig daarmee, natuurlijk. Want die andere remasters waren ook om te janken. Uh, maar ik dacht: fuck it, ik, ik mis LA. Uh, ik heb er wel een tientje voor over. En ik moet zeggen, um, en dat komt natuurlijk vooral omdat je met 60 FPS kan spelen. Maar het, het, het blijft wel vet hoor. Om, om door die stad heen te, uh, te banjeren. En, en een beetje te, te doen wat je wil. En ik ben gewoon die story motor een beetje aan het volgen. En uh, die humor die erin zit, die, die blijft toch ook wel spot-on. Al moet ik wel zeggen dat um, en ik, uh, maar dat is misschien een, een, een hele andere discussie wil je? Maar we zitten natuurlijk allemaal te wachten op GTA 6. Mm -hmm. uh, ja. En GTA is zo vet volgens mij, omdat GTA is altijd, het is satire. Ja. Weet je, GTA ja. steekt de draak met, met Alles. dingen. Alles wat uh, mensen hebben bedacht, ja. net zoals South Park eigenlijk een beetje. Uh, precies. Ja. Alleen ik, terwijl ik het aan het spelen ben. Bedenk ik me wel een beetje alsof satire een beetje dood is of zo. Dat is het ik, weet niet, ik weet niet of het nog steeds zo, zo ja. grappig is en zo. Ja, dat is, dat is, dat is inderdaad waar hmm. ik ook bang voor ben voor de volgende GTA. Want satire ja. is een beetje moeilijk geworden in de huidige uh, ja, uh, klimaat, precies. zeg maar. En het is heel lastig om inderdaad, want zelfs uh, Chris Rock krijgt een uh, slap in zijn face als hij een grapje maakt over iets wat, uh, uh, wat er eigenlijk niet kan. Er ja. kan ja. gewoon heel veel minder nu tegenwoordig. En, um, ja. Een, een satire. Ja, maar wacht even. Oké, okay, je, je, je blijft smakeloze grappen houden. Maar je, ja, iemand voor zijn bek slaan voor een grap. Is, ja, het is een gewoon slechte vergelijking. Okay, het is gewoon een slechte True. vergelijking. Maar ik bedoel, ik bedoel te zeggen dat het inderdaad erg mo moeilijk is om nu satire te doen. en Ik denk ja. dat mensen het ook wel een beetje gezien hebben aan de ene kant. En aan Precies. de andere kant is het gewoon een hele fine line tegenwoordig om te, om te, om te belopen. En, en daar. daar ja. Ik denk ook echt dat dat is waar GTA 6 mee worstelt nu op dit moment. En uh, waarom ze ja. zo lang aan het uitstellen zijn, het zou me echt niks verbazen dat het hier iets mee te maken heeft. Precies, en het, het viel mij heel erg op toen ik weer GTA 5 aan het opzetten was. Omdat de game op zich is echt nog steeds prima. Alleen er zitten wel echt bepaalde dingen in waarvan ik echt dacht van, oeh, ik, ik, ik weet niet of dat nu nog zou werken. Nee. Um, en zijn dus... wel echt, ze zijn wel de koning van de, van de stereotypes natuurlijk. Hè? Ze vergroten alles enorm uit. Ja. Mm -hmm. En uh, ja, dat, dat kan je bij, uh, bij bepaalde dingen <tie> niet zo goed meer doen inderdaad. Klopt wel, ja. 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 Dus ik, ik ben inderdaad heel benieuwd hoe ze dat, hoe ze dat gaan verpakken. Uh, of ze gewoon in diezelfde overdreven stijl doorgaan. En, en, en hoe dan? Uh, maar long story short... Het is en blijft heel erg vet om gewoon door die stad heen te, te rijden... Uh, weet je, ik ben weer op, op hoge punten gaan staan en gewoon om me heen gaan kijken. En het is gewoon L.A. in, in game vorm en dat is en blijft echt heel erg vet. Mm. En, en, en die story is cool en die characters zijn tof en het, het draait echt wel lekker. Dus ik, ja, ondanks dat ik hem, weet ik veel, voor de zesde keer speel of nu of zo... Het, het blijft toch wel vet of zo. Ik zit zo in mijn hoofd nou, een, een beetje thingy. na te gaan, zeg maar, hoe die, hoe die map er ook weer uitziet. En ik denk heel veel... Ik heb nog heel veel fucking uh, routes en punten en, en zeg maar de hele Lay of the Land kan ik nog wel een beetje. Zit nog wel een ja. beetje in mijn hoofd ofzo. Ondanks dat ik die game al sinds. Nou, ik heb hem volgens mij nog een keer a, uh, aangeslingerd toen hij op de PS4 uh, heruitgebracht wordt. Mm -hmm. Toen heb ik nog een paar missies gespeeld, volgens mij. Maar sindsdien heb ik hem eigenlijk niet meer uit. Uh, ja, GTA Online is natuurlijk dezelfde map. Dus daar heb, je ook, ja. heb ik ook nog wel wat tijd in besteed. Ja. maar het is wel, het zit echt wel in je hoofd. Het zit meer in, in mijn hoofd dan, dan de meeste steden op de wereld natuurlijk. Zeker, ik, ik had ook echt weer meteen inderdaad al die herkenning en ik hoef amper op de map te kijken, want ik, ik weet waar ik naartoe moet zeg maar. Dus dat ja, het is heel tof. Ja. Het is echt bizar hè, hoe, hoe die game nog leeft. Ik bedoel volgend jaar, <laughs> ja. dan bestaat die game tien jaar. Wow echt, ja, 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 Het gaat. Insane. Nergens over. Dat zegt. Ja. Uh, maar ja. er zijn kids die spelen deze game, die zijn jonger dan de game. Uh, dat hoop er ik zijn niet. vast negenjarigen, <laughs> inderdaad, die dit spelen. <laughs> ja, absoluut. Ja, ja, ja zeker. Ja, ja oké, okay, maar het is niet verstandig om de tot negenjarige te doen? Dat spelen. is weer een andere discussie, inderdaad. Maar het is, het is insane ja, ja. dat die game is uitgekomen voor PlayStation 3 en 360. Uh, daarna nog een keertje naar de PC kwam en PS4 en Xbox One. En nu is die er ook nog eens voor de PlayStation 5 en, en Series. Ja. En, het is ja, wel echt, echt. echt belachelijk, maar inderdaad, het, het zou best wel eens te maken kunnen hebben met dat Rockstar gewoon een beetje aan het zoeken is naar hoe gaan we dit verpakken en ja, ja het zou kunnen. Het is, hebben, hadden ja, we het er ja. nog over gehad dat, zeg maar, uh, dat ze op de redactie erover gedacht hadden om mijn review te herplaatsen en uh, uiteindelijk hebben ze dat gelukkig niet gedaan, maar hadden we dat hm. nog besproken de vorige keer of niet? Nee, nee dat hoor, nee. hoor ik voor het eerst. Want, uh... Nee, ik, ik, ik heb het op de redactie meegekregen. Toen zei ik, Nou, dat lijkt me niet echt een goed idee. Nee, en ik had ook zoiets van: Ja, ik, nee, ik denk niet dat ik, dat ik nog achter die review sta. Ook al zelfs omdat ik hem zeg maar een 99 eigenlijk had gegeven. En Maarten Blonk heeft toen mijn cijfer eentje omhoog <laughs> de, gepompt naar een 100. Ze ah, ja, we geven het een 100. Ik zei: Oké, okay, jij ja, bent de hoofdredacteur, maar ik zou het een 99 geven. En het feit dat het gewoon een, een review is van 10 jaar oud, joh. Dat. Uh, ja. Ik, ben, ik, ben een, ik ben een compleet andere mens inmiddels ook, weet je? En die game is ook gewoon tijdsplaatstechnisch gezien gewoon heel. Precies, iets anders. De wereld is gewoon veranderd de afgelopen tien jaar. En, ik, ja. Ja, en ik, toen, toen heeft gelukkig Cody heeft volgens mij nog uh, 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 een aparte review gemaakt. En heeft dat ook volgens mij ja. 7,5 gegeven, wat een veel terechte, terechte cijfer is. Dus je kunt niet. Ja, heel veel dingen die ik daarin zeg, die. Ik heb het niet, niet opgezocht hoor. Maar, Misschien sta ik daar helemaal niet mee achter, joh. Ik, ik kan me niet voorstellen dat ik nog precies dezelfde mening heb als tien jaar. Eh, en sowieso, tien jaar geleden. bepaalde game mechanics zijn ook best wel oldschool. school. Weet je, bijvoorbeeld het hele schietsysteem, yeah. dat zit niet echt meer in games zoals het in GTA 5 zit. Is dat ja, er, uit... er een cover systeem? Meen wel, hè? Maar dat wel, niet... dat, dat wel inderdaad. Maar het is, het is het richten en zo, weet je, met zo'n zo crosshair. Het is, het is heel old yeah. uh, het, het werkt wel nog steeds, maar het is wel een stapje terug, ja, zeker. Ja. Yeah. Ja, en, en, en los, inderdaad, los van uh, gewoon de inhoud van de game qua verhaal en qua humor en qua ja, satire is het ook ja. qua game gewoon. We zijn tien jaar verder en er zijn tien jaar in open wereld games. Is er zeg maar misschien wel heel veel geïnspireerd door GTA en uh, door GTA 5, sure, sure. Maar uiteindelijk, ja, uh, yeah, zijn games zoals uh, zelfs Elden Ring is al een stuk verder op sommige fronten en uh, Horizon Forbidden West is al. Verder geëvolueerd en, en ja. heeft allemaal lessen geleerd die in de afgelopen tien jaar um, ja, door, door games zijn opgelost, zeg maar. Mm -hmm. so, uh, ik, uh, ik, 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 ik heb een code gekregen, maar ik heb gewoon echt niet de tijd gehad om naar te kijken. En ik had het wel eigenlijk willen doen. Ik was het even, ik wil gewoon om. Het gewoon om echt te voelen, weet je? Precies, het is best wel weer ik leuk. Ik heb ook alweer zin hoor, om er weer aan te beginnen. <laughs> ja, en, en ik mis Amerika <laughs> ook. Ik mis niet zozeer L.A. Want L.A., ja, sure, is een, is een interessante mm. stad waar we vaak zijn geweest. Maar ik mis gewoon de States. Ik mis gewoon die hele vibe en die hele mentaliteit van de mensen. En ik ben er zo fucking lang ook al niet geweest. Ik zou eerder, denk ik, naar Japan terug willen. Maar ik mis ook gewoon dat, weet je? Um, die uitgestrektheid van het land en ik vind, niet dat je daar veel van merkt als je in een hotelkamertje zit voor twee nachten om een game te spelen, maar <laughs> ik weet niet dat het het is wel we gingen ja, het is wel echt een, het is wel echt een vibe hoor Amerika ja. we, gingen, we gingen er zeg L1, maar sowieso ja. elk jaar heen, maar we gingen er veel vaker heen en, en ja. te, ergens ja. tussen tien, 2010 en 2015 ging ik om de twee maanden zo'n beetje wel naar de States toe gewoon dat was echt ja. Uh, en, en dat is. Dan ga je gewoon steeds naartoe. Ja, ja. gewoon steeds. <laughs> steeds naar de States. Hey. <laughs> en dat hoef ik in principe niet weer of zo, maar ik mis wel een beetje dat, dat land. En, uh, en, en als GTA iets goed doet, dan is het wel de vibe van Amerika uh, ja. naar je toe slingeren. Ja. ja. Ja, zeker. Toch een klein beetje hey, Maar Zit jij nou gewoon een beetje oude games te spelen, Florian? Heb je, heb je Elder Ring al uitgespeeld? Elden Ring, uh, we hadden het er vorige keer al uh, een beetje over. En uh, ja, ik ben op het punt dat ik zeg, uh, ik ben er klaar mee. Oh, en wat was dat punt precies? Dat heb ik wel heel uh, benieuwd en, en naar. Niet, niet per se een, 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 een eindbaas of zo, maar ik, nee. wat ik vorige keer al zei, het kost me net even iets te veel moeite om steeds verder te komen. En ja. op het begin vind ik dat heel erg vet, omdat de, dat is de uitdaging. En dan op een gegeven moment dan, mm -hmm. dan ben ik er een beetje overheen. En dan ben ik er een beetje klaar mee. En weet je, mm -hmm. die souls games, het, het is toch niet helemaal mijn kopje thee. Ondanks nee. dat ik het toch wel weer probeer of zo. En dan denk ik van ja, het is toch ook wel weer vet. Maar dan, ja, ik weet niet, na, na een, een aantal tientallen uren denk ik van nee, ik ben het weer zat. Uh, dus ja, de, ja dat enough. heb ik nu ook met Elden Ring. Ik ben, beetje, ik ben er een beetje klaar mee. Nou. Het heeft ook niet die... Weet je, dat gaat, je gaat, het verhaal gaat niet naar een heel specifiek punt toe. Zo van, oh, dat wil ik weten hoe het afloopt. Mm. Uh, dus het ja. is dus, dus ook niet dat je het voor het verhaal moet uitspelen, toch? Uh, nee, het is, het is echt de uitdaging in die game. Yeah. Uh, en, en dat zeg ik, dat is ook het, het, het pluspunt van die game. Uh, het, ja. het geeft een ontzettende kick als je verder komt... of als je een, een eindbaas verslaat of weet ik veel wat... Maar ik, ik merkte ja. gewoon heel erg dat ik af en toe een, een hoekje omging en, en weer een of andere eindbaas ergens zag. En dat ik gewoon dacht van, oh, daar gaan we weer. Want nu ben ik weer fucking ja, zes precies, uur ja. bezig om, om, die, om die eindbaas te leren kennen. En al zijn moves uit mijn kop te gaan leren. En ja, op een gegeven ja, moment ja. wordt die drempel gewoon een beetje te hoog voor me. En dan ben ik er klaar mee. Dus ja, ja nee, ja. Elden Ring, okay. uh, ja, nee, I'm done. Dus ik, ik heb, uh, ik heb, ik heb uh, in principe echt precies hetzelfde wat dat betreft. Elke keer van. Ah, oh, fuck, daar hangt weer een mist. Ik heb helemaal geen zin om deze fucking mist <laughs> ja, heen te ja, gaan, precies. man. Ik wil ja. helemaal niet weten wat er aan de andere kant zit. Weet je wat er aan de andere kant zit? Een of andere monster dat mij helemaal kapot gaat slaan <laughs> binnen drie slagen. Dat is wat er Bas, aan de is, andere kant zit. Maar het is, het is de hele tijd heel dubbel, inderdaad. Omdat, je, die exploration en dat, en, dat, en dat overmeesteren van die eindbazen, dat is nou juist het toffe van zo'n souls -like game. Maar het, het, het knaagt ook aan me ofzo. Dat heb ik ook altijd een beetje met die roguelikes. Dat ik doodga en dat ik opnieuw moet beginnen. En dan aan de ene kant denk ik van ja, oké. Okay, met de knowledge van nu ga ik het opnieuw doen. En, en aan de andere kant denk ik: hey fuck you, waarom pak je al mijn shit af? En op een gegeven moment gaat dat harder knagen en dan ben ik er weer klaar mee. Ja. Ja, het is, ja, het is wel geinig, want toen jullie het net, net beide uh, hadden gespeeld, helemaal in het begin, toen waren jullie zo enthousiast oh, over oh, Elden Ring. Wacht eens even, ik, dit, is ja, ook dat... niet mijn, dit is ook niet mijn conclusie over Elden Ring trouwens. Ik, daar komen we straks vast nog wel op terug. Het is niet, ik, die, niet, ik, ik wil niet zeggen dat ik er klaar ben, maar ik snap dit. Ik heb dat ook. Maar ik, het is nee, niet... zeg, het, zeg het nu maar. Ja. Zeg het nu maar. Okay. Om, om dat twee keer over Elden Ring te gaan hebben in één uh, pauwpraat, is een beetje onnodig <laughs> ja. toch? Ja, <laughs> <Het is laughs> ik, ik, ik ben. <laughs> Ik, ik ben in principe... Nee, Jurassic World is niet de meest terugkerende game ik in de powerpraat. Ik zag zo komen in een sale en toen dacht ik... Ja, moet ik nou... Heb Dat je het gedaan? Wow. Nee, ik heb het niet gedaan. Lul, waarom niet? <laughs> Fuck sake. Ik heb wel aan Frontier verteld. Alle links doorgestuurd van alle, alle powerpraats... waarin we het over Jurassic World hebben gehad. Heb ik allemaal doorgestuurd. Yes. Hey. ja. Maar... Um... Uh, het, is ik, gewoon, het is gewoon hengelen naar die special edition, hè? Nee, helemaal niet. <laughs> ik, <ben nog laughs> gewoon, ik vond het. Ik, ik, de, 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 de ere gaat toch ook naar. naar degene die de credits toe ja. moet hebben? I don't know. Uh, ik ben nog niet echt klaar met The Elder Ring. Ik ben nog steeds, er zijn nog steeds uh, gedeeltes op de map waar ik niet ben geweest. Ik wil nog steeds verder exploreren. Ik heb net een nieuwe beeld. Gemaakt. Ik, wil nu, ik ben nu een mage en daar moet ik helemaal opnieuw aan wennen. Want ik moet op afstand blijven. En nu ben ik helemaal in twee slagen dood. Want ik heb amper armor en zo. Even, even tussendoor en, Magic is wel makkelijker, toch? In principe wel. Maar Omdat je bent ook veel kwetsbaarder. Houden. Ja, precies. Maar je bent ook ja. veel kwetsbaarder. Niet alle, weet je, er zijn ook eindbazen die binnen een sprongetje bij je zijn. Dus het is niet. Um, je hebt ook altijd een ja. soort van summon nodig die voor je tankt die klappen voor je opvangt, eigenlijk. En je oh, hebt precies, niet altijd ja. samen, zeg maar. Je kunt niet altijd overal een summon neerkwakken. Uh, dat is beperkt waar, waar het allemaal kan. Klopt. Um, dus ik ben nu met een meesbeeld bezig en dat vind ik wel tof. En ik ben ook uh, aan het streamen. En maar het ding is wel, uh, mijn vriendin heeft de game al uitgespeeld. Die heeft de Elden Beast uh, verslagen. En dat uh, was uh, best wel makkelijk. En ik heb alles meegekregen. Weet je? Al die eindbazen heb ik een beetje naast me, op het scherm naast me, heb ik een beetje langs zien komen. Mm -hmm. um, en eigenlijk is mijn vriendin vooral bezig met van ja, ik vind ook dat jij moet uitspelen. En als jij hulp nodig hebt van de eindbazen, dan, dan help ik je wel. En dat is ook het chiller ervan. <laughs> Waren niet dat wij dus best jij wel. gewoon die guy geworden. Die controle ja. aan zijn vriendin geeft. Ja, nee, nee. Nee. Nee, 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 nee. Het lukt, het lukt niet, schatje. kan je het even doen? Voor me. Ze het wel. Oh, oh, oh. oh, oh. Nee, dat, dat is inderdaad. Heeft ze wel eens voor me gedaan voor Dimensons. Uh, maar. <laughs> <laughs> maar. Er zit een co-op-functie in Elden Ring. Oh, dus zij helpt me ja, ja. gewoon fysiek. Ze stapt mijn wereld binnen. Ah, oh, oké, okay. ja, ja. Het probleem is. Vreemd genoeg uh, mislukt dat. Wij we zitten letterlijk naast elkaar, hè? twee schermen naast elkaar. Uh, en je moet dan een fucking iets met je vinger doen. En je moet een sign neerzetten. <laughs> ja, het is heel. het uh, finger curl ding moet je hebben. Finger en het is het <laughs> toch of zo? Ja, <laughs> en je moet op dezelfde plek zijn. En dan moet gewoon ja. dat, dat, uh, dat ding moet gewoon in jouw wereld verschijnen. En dan kan je hem samen Maar dat is zo vaak al mislukt. Terwijl we gewoon fucking naast elkaar zitten. We hebben allebei zoiets van. We zouden een local co-op kunnen doen, voor fuck sake. Wat is dit voor ons? En dan waarschijnlijk is het een serverprobleem... En natuurlijk, weet je, we weten uh, dat Japanners niet al te best zijn met multiplayer. Uh, dit, is een, dit is een generalisering van niet om Tokio. Maar, ja, enorm. Man. Maar het is wel vaak een probleem. Van bedoel... hier dat letterlijk, Tokio. Ja. <laughs> ja, <precies. laughs> maar maar je, je kunt elkaar geen invite zien. Oh, dus, dat is het grappig. Uh, je, nee ja, je hebt gewoon een password moet je invoeren en. Oh, um, okay. En dat password, dat moet ze altijd in principe altijd werken. En ik moet een of andere consumable gebruiken als ze in mijn, als ze in mijn wereld moet komen. En zij moet dan gewoon heel simpel een, een teken op de grond neerzetten. Op dezelfde plek in de wereld waar we allebei zijn, zeg maar. Uh, dus waar ik okay. wil dat ze wil komen, dan moet zij ook zijn in haar wereld. En dan, Fucking omslachtig allemaal trouwens. Het is redelijk omslachtig, maar het, ja. het zou moeten werken. Maar we zitten letterlijk naast elkaar. En soms probeert het echt tien keer. En dan. En ik vind oh, lekker samen spelen, weet je, we hebben samen tijd televisie naast elkaar, dat is leuk. Jij gaat mij helpen met de eindbaas, jee, en dan zitten we daar fucking tien keer te proberen. Oh, ah, yeah, dat lukt good. niet. Mm. Dat is echt jammer. Dus ik wil het best wel uitspelen en mijn, en mijn vriendin die moedigt me ook aan om het te doen en weet je, en ze kan me helpen, dus het is fijn fine and dandy. Maar ja, het technische aspect laat ook gewoon even soms te weten. Um, wat, wat raar, want die game is technisch echt Twensen. perfect gewoon. Twinsen over, ja precies, dankjewel. <laughs> het weten. Uh, ja, technisch gezien, ja, maar ik, ik, ik zou bijna denken dat, dat die game in de war is omdat we hetzelfde IP-adres hebben. Ofzo. I don't know, ik weet echt <laughs> niet wat het probleem ja, is. is. Is die game in de war? Uh, ja, I don't know, wat, wat kan het zijn? Hey, hetzelfde IP, hè? Huh? Ja, ja. <laughs> nee, daar ben ik, mee. <laughs> ik weet echt niet wat het is. Het is echt heel vaak mislukt ook. Maar het is ook zo natuurlijk dat die game hele vage interne regels heeft. Want, weet je, je kun summons kun je daarop roepen, maar daar weer niet. En weet je, één stap verder en je kan op wel in, opeens wel een summon. En, uh, en, en soms weigert die game ook gewoon om, om die summon signs te laten zien. En. En op, op, op een bepaalde. We waren zelfs op een gegeven moment op een bepaalde plek. waar we elkaar gewoon niet konden oproepen. En toen gingen we naar een andere plek. en toen was het wel fijn. Weet je, dus. Die game heeft ook soms zo'n eigen vage interne logica. en regeltjes. dat ik denk misschien ligt het daaraan. Maar soms zegt hij ook gewoon connection error. Ja, oké, okay, ja, wat moet je ermee? Uh, de hmm. connection error. Dus. Yes, ik... Eldering is niet het summen van. koop uh, games. <laughs> nee, maar ik ben al lang blij dat die functie er is. en het. Als het werkt, werkt het ook echt wel goed. En, en de downscaling van, van, uh, van je co-partner en zo is ook allemaal zit goed in elkaar. Maar uh, oh, dan word je hetzelfde level of zo. Ja, je wordt gedownscaled naar het level van, uh, van, degene, van de wereld waarin je ingaat, zeg maar. Van degene van, uh, van, van wie die wereld is. En bijvoorbeeld, uh, een vriend van, uh, van ons, die, die heeft die game al lang uitgespeeld. En die is nu gewoon. Die gaat gewoon dagen, gaat hij mensen helpen voor de moeilijke eindbazen. En dan, zit die, dan kan je hem gewoon oproepen en dan helpt hij je mee. Dus het heeft ook wel. Die communities, wat dat betreft ook best wel chill of zo. Want je, uh, er zijn gewoon mensen die zich daar continu bij. Aan de andere kant. Als jij co-op gaat. dan krijg je binnen drie seconden de melding dat er een invader is die je probeert af te maken. Wat super irritant is. Het is allemaal een beetje, allemaal een beetje vaag. Maar. Um, ik ben nog steeds wel gefascineerd door Elder Ring. Ik zou het liefst nog verder spelen, maar ja, er komen weer allemaal nieuwe reviews aan. Zoals bijvoorbeeld uh, Lego Star Wars, waar ik nu mee bezig moet. Ja, het is aan um, Dus het, het, uiteindelijk moet ik die game ook wel binnenkort weer gaan droppen, ben ik bang. Uh, alleen, het is wel een game waar we nog steeds nog vaak naar terug zullen gaan. Al is het alleen maar om te proberen of we nu eindelijk samen een eindbaas kunnen verslaan. Weet je? <laughs> Fucking hell. Ja, precies. Um, en, en, en Florian, heb je nog meer dingen gespeeld dan uh, de GTA? Nee, GTA en, uh, en, Mo en Moss eigenlijk. Uh, en Moss? Moss inderdaad. Ik, ik had een beetje nog Elden Ring gespeeld. Uh, maar inderdaad, daar ben ik een beetje klaar mee nu. Uh, dus nee, nee, dat eigenlijk vooral. Want ik, ik, ja, vorige week was ik echt nog wel behoorlijk beroerd. Toen kon ik ook niet echt lekker gamen. Uh, dus ja. nee, dat eigenlijk. Ik ben nooit okay. ziek, maar dat lijkt me het kutstaan ziek zijn. Dat je dan zeg maar, denkt van oh, ik ben ziek. Dat dus. je ziek nee, bent. Als je, <laughs> nee, maar, als je gewoon je een je beetje zegt... gaar bent, dan, dan is het juist wel lekker om te gamen. Yeah. Maar um, als, als ik echt super beroerd was en ik, ik was er wel echt, echt heel gaar van, dan nee, kan ik echt niks anders dan gewoon brain dead voor mij uitkijken en op de bank met een dekentje. Ik had dat ook wel eens met katers, dat ik als mijn kater echt beroerd was, nou dan was de game ook geen optie. En dat was echt, daar waren de kustenkaartjes. Dus ja, dan heb je ook van... geen entertainment, ja. Nou, dat moet je dan doen. moet je, huilen in bed. Uh, maar ik... Uh, ik ben wel benieuwd naar Star Lego Star Wars. Ja, um, ja joh. Je, weet je hoe lang ik al geen Lego games heb gespeeld, viel op toen ik die game opstartte. Toen dacht ik van wow. Mag, mag je het hierover hebben al? Is deze game uit? Ja, hij is allemaal oké. Hij is vandaag uit. Oh. Ja, gisteren was het de review embargo. Die heb ik helaas niet gehaald. Uh, um, uh, uh, Omdat ja, je, je met Elden Ring bezig was. <laughs> nee, 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 nee. nee. Ik, was gewoon echt, ik heb een kortere deadline voor de Power Unlimited. Uh, dus ik ben echt uh, alleen maar aan het schrijven. Um, maar uh, ik, ik, ik ben hem. Uh, uh, hopelijk komt ik denk dat de review nog wel tegen de tijd dat deze PowerPraat online staat. Hoop ik dat die review al wel online staat, ook online staat op puur.nl. Maar ja, um, yeah, ik heb dus echt al fucking lang geen Lego games gespeeld. En mm -hmm. over Elden Ring gesproken, het is wel een overgang van Elden Ring naar Lego, want het is toch <laughs> <laughs> fit twee, twee echt. Ja, <laughs> ja. jongen, jongen. Uh, maar het is wel echt super leuk. Uh, en, en, en de humor is echt zo super dom. Het is alles wat je gewend bent van, van ja. Lego games. Het is strakker. Het heeft nog steeds wel een beetje die oude wetse vormgeving van de menus en de UI. Dat je echt denkt van, yeah, what year is this? Uh, maar dat is ook een beetje Lego-eigen. Dat blokkerige. Want ja, het, het bestaat uit blokjes letterlijk. Hey. Maar het is best wel impressive qua worldbuilding en zo. Want het is echt. Uh, je speelt dus gewoon door alle, alle films heen. de hele fucking Skywalker saga. Dat zijn negen films, uh, drie trilogieën. Um, die kan je zeg maar, je kan elke trilogie beginnen bij het eerste deel. Dus daar ben je vrij in. Maar daarna moet je, je kan pas zeg maar de Last Jedi, Jedi spelen als je de Force Awakens hebt aangespeeld. Je kan pas ja, uh, Rise of Skywalker uh, spelen als je de Last Jedi enzovoort. Is, 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 is Zo geldt dit de dat... eerste Star Wars Lego game? Wat zeg je? Is dit de eerste Star Wars Lego game? Nee, oh nee, my God. God. nee. De allereerste Lego game was al een Star Wars game. Ah, super okay, veel yeah. Star, Wars, uh, Star Wars Lego games, echt heel okay. veel. All right. Dus Sorry, volgens mij zijn er. Ja. Je hebt een original trilogy Lego game. Je hebt een. Uh, um, je hebt een aparte The Force Awakens Lego game. Dat waren altijd. Je hebt zelfs een Clone Wars Lego game. Dat waren altijd de bestselling Lego games. Dus dit is uh, gewoon okay. de hele Skywalker. Um, en ze konden ook niet weer hetzelfde gaan doen als die vorige Star Wars Lego games. Dus ze hebben echt. alles dus wel... Dat is compleet iets anders dan die vorige games, die eigenlijk al, al precies hetzelfde aanraakten. Ja, ze hebben dit echt wel from the ground up. Nou, ja, natuurlijk zullen ze wel elementen gekopieerd hebben. Ze hebben wel ideeën opnieuw gebruikt hebben. Dat twijfel ik niet aan. Maar ze hebben echt from the ground up hebben ze het opnieuw opgebouwd. Uh, dus je speelt gewoon door die trilogieën heen. Je kan beginnen bij welke trilogie je wil. En dan unlock je zeg maar planeten. Uh, want in die, game, of in die films ga je natuurlijk naar bepaalde planeten toe. En elke keer als je een planeet ontlokt... dan kun je daar in principe vrijelijk heen in, in, in de galaxy. Um, dus, uiteindelijk, als je al die trilogie hebt gespeeld, heb je alle fucking Skywalker Saga planeten ontlokt... Kun je daar allemaal vrijelijk naartoe kleine opdrachtjes doen. Bricks verzamelen, uh, stomme dialogjes luisteren. Stomme grapjes luisteren van de, van de aliens die er zijn. En dan heb je gewoon best wel een grote open universe Lego-game eigenlijk. En dat vind ik het best wel fucking indrukwekkend aan. Want Tatooine, waar natuurlijk de helft van de films afspeelt, en inmiddels ook de helft van de series, daar heb je allemaal verschillende. Je hebt Jabba's Palace, je hebt uh, het huis van, uh, van um, de oom en tante van Han Solo, je hebt uh, uh, Mosaic En daar kun je allemaal, zeg maar, een soort van fysiek heen. Met, met de Landspeeder of whatever... voor um, voertuig eigenlijk ook wil gebruiken. En dan stap je gewoon in je Millennium Falcon... en dan ga je naar, weet ik veel, Pin 4... of je gaat naar, uh, weet ik veel, um, Coruscant. Die game... Uh, die die uh, planeet moet ik trouwens nog ontlokken. Daar ben ik heel benieuwd naar... hoe ze dat gaan uitwerken, zeg maar. Um, dus het is eigenlijk weer... dat, dat koddige Lego-puzzelgedoe... puzzel wat je... Wat je, wat je al wel kunt kennen van talloze andere games. En het heeft diezelfde humor, natuurlijk. En alle dialogen zijn opnieuw ingesproken. En ze hebben niet de originele dialogen gebruikt. Want ja, dat is allemaal van verschillende audio-niveau, natuurlijk. En dan kunnen ze uh, wat minder goed hun, hun stomme grapjes erin stoppen. Dus iedereen heeft best wel. Ze hebben best wel echt goede imitators gevonden voor die stemmen. Dat je echt denkt: van ja, oh, dit, dit sounds legit. Um, dus dat is best wel knap. En um, ja, je. Het is uh, ontzettend veel Star Wars-liefde. Natuurlijk, super veel poppetjes die je kan ontlokken. Super veel uh, ruimteschepen en andere uh, voertuigen. Um, en ik, ik vermaak me best wel, best wel goed. Maar het is natuurlijk wel super laagdrempelig. En de uitdaging is vrijwel niet heel. Uh, en dat, daar moet je wel voor in de mood zijn, zeg maar. Je moet wel. En het is, ik moet het nog even co-op gaan proberen. Uh, het is natuurlijk op zijn leukst als je dus het is samen die met Lego speelt. Lego. games zijn vooral ja, inderdaad, sta ja. ja die staan daar bekend om ja. Ja, ja en dat is uh, maar ja dan. Het is echt voornamelijk leuk als je zeg maar met iemand speelt die die misschien ook niet heel vaak games speelt. Maar uh, ja mijn vriendin die heeft net Elden Ring uitgespeeld dus. <laughs> en die niet... kan wel een spelletje spelen ja. <laughs> ja <het is> niet <laughs> alsof zij die zei van ah oh ja Lego is precies mijn niveau. Het is meer maar vind je Star Wars-leuk? Jouw niveau. Het yeah. is meer mijn niveau, ja. <laughs> Precies. Ja. Nee, nee, ze is gek op Star Wars. Uh, Oké. Okay. Ze, ze heeft volgens mij uh, op haar achtste. Was, uh, ze heeft de laatste foto van haar gezien dat ze op haar achtste als Darth Maul verkleed was. Dus ik denk dat ze wel van Star Wars houdt. Um, gek flip. Maar. Flippie. Ja, gek flip. <laughs> maar het is, het, het is een flinke overgang van Elden Ring naar, naar Star Wars, dat kan ik je wel zeggen. Ja, dus ja, ja, dat is ja. even slikken of zo. Maar het is een hele andere vorm van fun natuurlijk. En het is het, het, super appels met peren vergelijken. Maar ik ga nou eenmaal van die game naar die andere game. Dus ik kan dat niet anders dan de, um, <laughs> meenemen in mijn beleving. Uh, maar het, 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 het is wel echt op technisch vlak. Ik, ze hebben er natuurlijk super lang aan gewerkt over Travel Stills. Ze hebben um, hier echt jaren zijn ze hier mee bezig geweest. En dan merk je ook wel. Uh, het zit goed in elkaar. Ook. ook Weinig bugs ben ik tot nu toe tegengekomen. Terwijl Star Wars games daar, of Lego games er echt wel een handje van hadden. Dat je af en toe ergens zegt: Volgens mij zit ik gewoon vast. Volgens mij kan ik gewoon echt niet verder. Dit, dit is gewoon mm. de game. En dat was ook heel regelmatig zo. Um, dus ja, ik, je merkt wel echt dat ze hun tijd ervoor hebben genomen. En dat was ook wel worth it. Uh, maar ik moet nog even, gewoon even verder spelen. Even, ik ben nu door de. Maar ik, ik had juist gehoord dat. Um dat dit eigenlijk een soort van... het summum zou worden van Lego games. Echt die volgende stap maken... waar die, die vorige Lego games... eigenlijk allemaal een beetje hetzelfde waren. Dat dit echt gewoon... next level Lego game. Ja, ja Er zijn echt wel dingen veranderd... aan de gameplay. Uh, je, je kan nu cover zoeken. Je kan nu... Uh, je, je, je richt met linker trigger... net zoals in een, in een third person action game... Richt, uh, gewoon je gun met linker trigger... en je schiet met rechter trigger... Um, weet je, dat soort zaken is allemaal wat meer action-adventureachtig, wat meer, zeg maar, volwassen game, om het maar zo te noemen, achtig... In plaats van de, um, dat knullige van de vorige Lego-games. Maar of, het is nu, nu opeens een hele stoere action-game uh, waar je skills voor nodig hebt geworden of zo. Het is niet als, alsof er echt nu uitdaging in zit... en het nu echt een totaal ander uh, soort game is geworden. Ze hebben inderdaad de gameplay getweakt. Het is nu echt third-person ook. Uh, heel veel Lego games waren niet third person, maar ik moet daar even op terugkijken hoe het ook weer zat met de laatste. Volgens mij zijn ze nooit third person geweest, als ik me niet vergis. Maar het voelt als, alsof dat wel zo was ooit. Dus, gek, hey, dan moet ik nog even checken. Ik ben nog niet met ja, de review maar, bezig geweest. LEGO, ja, ja, Lego games zijn toch person? Ja, Lego games zijn altijd third person. En het was toch fix camera gewoon? Oh, oh. zo bedoel je. Yeah. Oh, dat zo. je. Dat je de camera niet kon beïnvloeden. Nee, het was altijd, de camera de was op een bepaald punt. Mm. Sowieso in co-op. Right, uh, ja. ja. En ik, ik weet niet of dat altijd zo is gebleven. Misschien in de laatste nee, keer. Nee, want uh, uiteindelijk als je in co-op uh, uit het beeld ging... Ja, precies. Nou, dan, dat... dan, dan, dan kreeg je een apart schermpje, een soort van schuine streep. Precies, toch? ja. Oh ja, ja. Dus dat is niet third person. Dat is niet over... Ja, de... Nee, zeker. Je hebt gelijk. Ja. Dus dat is best wel een groot, uh, grote aanpassing, uh, dus en uh, het werkt ook gewoon goed. Ik denk dat dat ook voor hun, voor die ontwikkelaar... is dan natuurlijk echt een big deal. Uh, dat het opeens een heel ander um, viewpoint is en dat ze nu echt ja, die zeker. wereld wereld veel en gedetailleerder moeten maken. Er zijn ook wat cinematische camera veranderingen gedaan, toch? Dus dat je dat ze veel meer uh, dat, dat je scènes ziet meer echt vanuit een cinematisch perspectief. Ja. Dat ja, dat klinkt een beetje als een soort van dat uh, staat op de website van de Lego, <laughs> Lego Star Wars. Nee, maar in Star in Star dingen, Star ik heb een P.R. gast heeft dat, dat gezien. <laughs> Ja. Gewoon dat je, dat je zeg maar een, een, een gevecht ziet. Een lightsaber gevecht En in, in de cutscene... zien. Dat, dat je denkt van oh wow, het is wel echt even iets anders dan dat je het gewoon vanaf een afstandje bekijkt. En zonder die spectaculaire. Bedoel je niet dat zij zeg maar. Uh, ten opzichte van de film, hun eigen cameraposities hebben aangepast aan de game. Zeg maar? dat, je, uh, dat ze niet precies de angles in de cameraposities van de film hebben overgenomen, maar dat ze. Hun eigen flair eroverheen hebben gegooid. Uh, bedoel je dat niet? Nee, dat het iets meer. Uh, nee, nee, niet. Uh, maar dat het meer iets. Uh, ja, wat filmischer is aangepakt. Ho hoe het in beeld wordt gebracht. Ja, oké, okay, ja, dat, sure. Dat, ja, dat, dat, maar dat heeft ook. Ja, dat heeft uiteindelijk ook te maken met die, uh, dat andere viewpoint, denk ik natuurlijk. Ja. Um, maar het is, het is zeker wel. een... een een modernere game. Ze hebben echt wel een goede stap in, 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 de, in de toekomst genomen, wat dat betreft. Het is echt niet meer een game waarvan je denkt, nou die had ook op de Xbox 360 gekund. Het uh, is best wel impressive. En uh, natuurlijk, er zijn nog steeds veel haperingen trouwens, wat ook een beetje des Lego's is. Sterker nog, elke keer als je de game opstart, en misschien is dat nu inmiddels gepatcht, want um, uh, die game is natuurlijk nu officieel uit. Uh, zit er zo best wel een soort van frame rate drop in, in, in het main menu. In het, in het eerste wat je ziet van de game. Huh? Dus al die poppetjes die komen bij elkaar. Van, oh, dit is uh, lege Star Wars. En dan, whoop, dikke frame drop. <laughs> okay. <Laat die> over. <laughs> okay. Dat is een goed begin. We zijn er. Maar dat valt uiteindelijk in, in de game zelf best wel mee. Um, en je hebt ook gewoon de, een beetje een soort van RPG-elementen. Je kan nu je, je characters kan je upgraden per character soort. En dat is ook wel leuk, maar het ding is, deze game is zo makkelijk... je hebt deze upgrades allemaal niet nodig, weet je. Er zijn gewoon dingen zoals meer health. Waarom de fuck zou ik meer health nodig hebben in een Star Wars game? Er is echt geen enkele reden die ik kan me verzinnen dat ik meer health nodig heb. Of, uh, en, da en dan ga ik juist voor de upgrades van dat je meer studs krijgt, want uiteindelijk... Maar heb je geen, geen verschillende moeilijkheidsgraden dan... Uh, ja, niet dat, ik, niet, niet dat ik weet. In een lege game? Nee, ik denk het niet. Ik denk het ook niet. Je kreeg in ieder geval niet aan het begin die keuze, anders had ik hem natuurlijk wel op hard gegooid. Uh, misschien zit er in een menu nog uh, een keuze om moeilijker te doen. Dat zou, dat, dat zou best wel leuk zijn. Uh, maar uiteindelijk, uh, ja, dat zou dat. Ja, hoe zou je. Dat zou mo dat gewoon moeten betekenen dat je sneller doodgaat. En ik weet niet hoe leuk ik dat zou vinden, weet je? Als je in een keer uh, doodgaat in een, in een Lego-game, zou ik ook dan weer weird vinden. <laughs> maar uh, ik ben dood. Maar, dood. Je, je, ik bedoel je, je spat ook gewoon uit elkaar en verlies je wat studs en dan ga je weer verder. Dat is hoe je doodgaat in een, ja. een lege game. Het is dus ja. niet alsof je er, opnieuw moet beginnen ergens of zo. Zo op zich ja. Dan, dan ga je vaker spat je uit elkaar. Ik weet niet of dat de game enigszins ten goede komt of zo. Dus het, je moet ook echt dit niet spelen voor de uitdaging. Je moet er niet spelen voor de. Um, je moet uh, voor, de, voor Voor zeg maar, uh, ik ga door dit level heen met. met het geweld en dat wordt fucking awesome en spectaculair. Nee, je moet het gewoon spelen voor de, voor, de, voor de humor en voor de Star Wars liefde. Want die draait er natuurlijk vanaf. En um, ik, voor ik de ben, Ik heb het even gecheckt. Ja? Maar uh, ik ga voornamelijk vanmiddag die game streamen. Dus ik had hem <laughs> net geïnstalleerd. Dus ik even dat kijken. Maar uh, Automatic Health Recovery staat automatisch aan. <laughs> dus die zou je oh, uit kun kunnen zetten. Oh ja. Ja, uh, accessibility. Ja, oké, okay, dat klopt. Uh, ja. ja, maar dat zeg ik. Weet je, rest, dan spat yeah. je wat vaker uit elkaar. En ik weet niet, dan verlies je meer studs. En dan gaat dat gewoon ten koste van je verzamelwoede. En ik weet niet of dat een uh, positieve bijdrage is aan de moeilijkheidsgraad. Uh, <laughs> ik weet niet of je daar blij van wordt. Want de, ja. Dat is wel ja. het ding natuurlijk. Ik was meteen weer. Want je hebt dan, je kunt True Jedi worden door genoeg stunts te verzamelen in een level. En ik was, had meteen weer die verzamelmoed. Ik had meteen weer zo van: ja, ik moet dat! Ik moet al die mag geen En dan loop je alles kapot te slaan en te schieten wat je tegenkomt. Oh, kan dat kapot? Kan dat kapot? En nu, en nu dan in third person, terwijl jij aan het mikken bent met linker trigger en rechter trigger aan het schieten bent. En dan gaat het een stuk makkelijker. Maar sommige characters hebben natuurlijk helemaal geen lasergun en dan ben je weer alles aan het kapot slaan en dan en nu is het in een soort van drie lagen dus je hebt gewoon drie ik uh, 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 moet drie keer een, een, een bar vullen met studs en dan kan je per uh, bar kan je zeg maar zo'n zo'n lichtgevende brick vinden waar je dan weer characters mee kunt upgraden en uh, dat is wel grappig gedaan um, maar ik had meteen weer van ik moet studiojaar worden en uh, dat is yeah. al een paar keer niet gelukt. En dan heb je meteen alweer... Want dat is ook het ding van LEGO. Je moet het gaan herspelen. Je moet alle uitdagingen per level wil je, wil je unlocken... als je alle characters wil unlocken... en als je alle spaces wil unlocken. En op een gegeven moment krijg je de keer twee studs uh, upgrade... waar ik nu voor aan het sparen ben. Dan, dat kost dan een miljoen studs. En dan je, krijg je alle studs die binnenkomen... gaan keer twee. Zo dus dan gaat het veel sneller. En dan keer vier... Het is, het is al, wat, wat, dat betreft is het allemaal weer precies hetzelfde. En, en, mm -hmm. en, 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 en roept het wel naar diezelfde old school uh, oude vertrouwde verzamelwoede die ik uh, in die vorige games had. Maar de kans is wel redelijk klein dat ik dit net helemaal zo, uh, helemaal zo, kapot ga spelen als sommige van die games. Zo bijvoorbeeld Harry Potter's Harry Potter verzameling die heb ik echt helemaal geplatinum. Dat is volgens mij mijn allereerste platinum. Lego Harry Potter. <laughs> makkelijke games om te platten in, maar yeah. ja. Ja, maar nou ja, in principe makkelijk, maar het kost wel wat aardig, aardig wat tijd. Dat um, wel, ja. Ja. En ik denk niet, ik weet niet hoe groot de kans is dat ik dat weer ga doen. Ik heb van Lord of the Rings, heb ah, ja, ik dat volgens mij ben ik ook heel erg close gekomen. Oh, ja. um, volgens mij heb ik die ook gewoon duizend, uh, duizend gamer score ge gedaan. Um, dus het is, um, het is, het is zeker wel, het is zeker geen uh, Ouderwetse LEGO-game. Ze hebben echt wel hun best gedaan om, uh, om, om het, die formule naar de toekomst te brengen. Of in ieder geval naar, het, uh, ja, naar, de, naar de huidige uh, standaarden. Uh, maar het is wel op heel veel fronten nog gewoon een LEGO-game. En dat is Ik vind het volle 7,5 aankomen. Of zo. <laughs> ja. 7,8. 7,8 inderdaad. Ik, ik beoordeel de LEGO-games altijd een beetje meer binnen de LEGO-serie... dan vergeleken met andere games. Snap je wat ik bedoel? Mm -hmm. Ik had meer zoiets van: Ik ga nu kijken van in, in, in alle, a, alle, alle Lego games meegerekend hoe vet is die vergeleken met de andere. In plaats van hoe vet is die vergeleken met fucking Street Fighter of, of andere games die helemaal totaal iets anders nee, doen. Nee, nee, nee. Okay, we we ah. zien je niet, Florian. Nee, ik er, weet we niet. zien je <laughs> niet vechten met je poes nu. Ja. Ik word gestalkt hier. <laughs> Goed, sorry. Ja. Uh, dus ik, ik, ik gaf ze meestal en uh, op die manier ging ik ze meestal beoordelen. Dus, maar dan ging ik vaak niet hoger dan een 8 of zo. Want een, een Lego Game vond ik nooit echt een golden Award. Um, misschien, nee. dat ik, misschien dat ik die Lord of the Rings nog wel golden Award heb gegeven... maar volgens mij die niet eens. Dus um, ja, dus nee. Het zal, het zal vast inderdaad niet hoger gaan dan een 8. Dat, dat denk ik niet. Maar wie weet, misschien na, uh, heb ik naar een, een paar films... ...uitgespeeld te hebben we wel zoiets van... ...waar dit zag toch echt wel heel erg leuk. Nadat nou, ik koop heb gedaan heb... Uh, ...misschien ben ik wel helemaal verslingerd aan die game. Wie weet, I don't know. Hoe, hoe, hoe lang ben je bezig met een van zo'n zo film? Nou, oe, uh, dat uh, viel me niet eens tegen. Dat was echt wel een uurtje of twee, drie volgens mij. Dus uh, als je uh, negen keer die films doet... ...of, of negen, keer, negen films heb je dus... ...dan ben je best wel een tijdje bezig. Uh, ja, precies. En dan. Uh, maar ik ben dan wel iemand die alles kapot wil schieten om die True Jelly te worden. Als je dat niet doet en je racht gewoon zo snel mogelijk door die levels heen... dan is het al sneller. En de, de meer speelwaarde is natuurlijk ook heel hoog. Dus je wil. <laughs> als je die game echt leuk vindt, dan wil je echt wel die levels allemaal nog een keer doen. En al die challenges doen en al die geheimen lokken. Uh, ja. Dus er zit echt best wel veel speelwaarde in als je dit soort dingen leuk vindt. Ja. Um, yeah. ik, ik, ik ben benieuwd wat jij ervan vindt, Shit. Uh, ik weet, wat, ja. wat is de laatste Lego game ik die ook. jij speelde? Batman? Oh ja, dat zijn ook nog hele leuke van geweest, ja. Er ja. was ook een Indiana Jones Lego, toch, of niet? Oh ja, zeker. Die, die heb ik gespeeld, volgens mij, ja. Ja, twee stuks. Nou, nee, ik heb, ik, dat is volgens mij ook de enige die ik heb gespeeld. Dus uh... Ja, hebt, ja ik had, ben heel benieuwd. Wel. Je hebt de eerste Batman, Ami. dan had je de tweede Batman. en die had ook al een soort van open wereld. Uh, dat was de eerste Batman, uh, Lego game met een soort van open wereld. Uh. Ja, volgens mij heb ik die gespeeld, ja. Ami! <laughs> Jezus, sorry, Mijn kat is in mijn webcam aan het bijten. <laughs> <laughs> die bestie, zien we nu. Oh, niet? shit. <laughs> Gaan de kant move. Sorry. Uh. <coughs> ik word echt heel erg afgeleid hier. <laughs> en heb je, heb je nog wat anders gespeeld, Wouter? Heb jij nog wat gespeeld, uh, Cheer? Want ik heb nog ja. uh, tien minuten. Ja, precies. Want uh, misschien moet ik okay, jou nog even. Ja, nee. Het, ik uh... Ben, uh, nou, in, in feite ben ik nu druk bezig met Horizon Forbidden West. En ik, hm. ik, ik ben echt. Ik zit er helemaal in. Ik vind het nice. is... ja, gewoon een goede game. Ja. Hij, is, uh, hij zit gewoon qua. Ik ben gewoon zo verrast door de. De kwaliteit van de sidequests. Mm -hmm. die gewoon continu echt andere dingen doen. waarvan, je, waarvan ik denk: van, holy shit. Het is gewoon echt. een volwaardig verhaal. wat ik nu aan het spelen ben. En dit is niet zomaar een standaard sidequests, fetchquest. ding. Ja. Natuurlijk, die zitten er ook wel in. met errands of wat dan ook. Maar. ik, ik, ik kom dan gewoon toevallig iemand tegen die Zegt, oh, mijn dorp die wordt aangevallen en niemand hier wil wat doen, want ze hebben andere dingen aan hun kop en dan wil jij misschien even kijken en dan denk ik van ja, sure, whatever, weet je. En dan ben ik ergens uh, robots aan het afmaken en dan, en dan ben ik even aan het uh, bijkomen en dan zie ik, zie ik een, 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 uh, een bord met, oh, dat dorp is die kant op en dan denk ik, van, oh, oh, volgens mij is dat de ene dorp wat onder de aanval was. Mm. Ja, dan loop ik daarheen, weet je, en dan. Dan kom ik midden in een, een aanval terecht van, uh, van een stam die een andere stam aanvalt. Dus ik help dat. En dan is er een of andere guy, supergoed ge, geacteerd ook, die, die vraagt of ik ze wil helpen. En dan moet ik een, iets, iets ophalen. En dan komt kom die, die andere stam komt weer aanvallen. En het is echt. En dat is een side quest. Hmm. En ik dacht echt van holy shit, man. Dit is echt. Yeah. Dit zijn gewoon best wel goede dingen om, om, om uh, zoveel. Aandacht voor detail, zoveel dingen die gewoon goed kloppen, die op elkaar aansluiten. Het is echt gewoon een triple-A game. Gewoon qua afwerking, is het zo goed. De, en ik, 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 ik vermaak me gewoon zo erg met het afschieten van onderdelen van die robots. Ik vind het zo bevredigend op je, een of andere manier. Ben je inmiddels gewend aan 30 FPS? Nee, ik ben naar 60 FPS gegaan. Toch? Ik, kon niet meer, okay. ik kon het niet meer verdragen. Okay. Want ik, het ik, niet ja, meer verdragen. ik start hem iedere keer op. Iedere keer als er zo'n zo update is, dan laat Guerrilla weten van, hey, we hebben weer aanpassingen gemaakt. En iedere keer start ja. ik hem weer hoopvol op. En iedere keer na twee minuten denk ik: fuck af. Nope, ik zet hem uit. Het is wel verschil. Als, als, je, als de zon een beetje zakt, en als de zon zo'n beetje laag over het land, dan zie je het heel erg, ja. die, die shimmering. Uh, goed, maar goed, ja, dat, dat even het is, tussendoor. Het is even niet anders. Want ik vind gewoon die gameplay wel heel erg leuk. Alleen ja. ik moet wel zeggen. Het is soms wel een beetje het Nederlands kampioenschap uh, koprollen. Wat, wat je aan het doen bent. <laughs> ik mis gewoon een, um, een ja. parry of een blokknop. Dat oh. mis ik gewoon een beetje. Ja, okay. uh, en dat, dat, dat vind ik wel jammer. Dat is, dat, soms dan. Zit ik met vijf machines om me heen en dan ben ik echt alleen maar aan het rollen. En dan denk ik van gast En dan op een gegeven moment denk ik van: wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? Slaat dit op? Dus dit zou toch steeds voor het echt in de echte wereld overgenomen zou worden door robots en zo. Eigenlijk zo ver gaat het waarschijnlijk niet. En iedereen is aan het rollen. Hoe vaak zou jij je kop stoten als je het maar over, over de grond heen zat te rollen? Holy so. shit. En dan zie je hele, hele harssens lichaam flarden ja. van, van die stenen <laughs> overal. Ja. Maar, uh, maar dat, dat wilde ik dus even aan jullie vragen. Want je hebt op een gegeven moment kom je een gast tegen met een schild. Maar nee. krijg je dat ook? Een schild? Nee. Op een gegeven moment ja, gebruik je dat als een. Oh een ja, die, ja, die kleider. Ja, die schild. Die, je krijgt het uh, schild van die gast en dan gebruik je het als een glider, maar niet als schild. Voor zover ik weet. Okay, Misschien dat ja, er op dat een gegeven, gegeven moment nooit. heel erg later, later in de tree, uh, skill tree nog een manier zit om een schild te gebruiken, maar volgens mij niet. Van zover ik weet. Nee. Ik heb... Wat? Dus ik heb, ik heb oh, best wel Het is gewoon de hele gameplay is niet berekend op oh. het gebruik van schilden, terwijl die wel bestaan. In die hele wereld. Ik vind dat een rare, uh, rare keuze, maar goed. Ja, maar pin uh. me er niet aan vast. Hè? Ik, bedoel, ik weet dat het niet in de, strilski, uh, uh, strilski, de trilski... Trilsky, De Ski. In de skill tree zit uh, een schild. Maar je, je kunt wel, zeg maar, op een gegeven moment... In een skill tree zit wel een soort van um, uh, extra energie schild om je heen... voor extra defense. Maar dat is niet ja, actief. Het ja, ja. is niet actief dat je een schild gebruikt, zeg maar. Volgens mij ook ja. niet, nee. Dus, nee. Ik vind dat nou, wel jammer. Kijk, als... Uh, ik denk dat het de combat gewoon een stukje interessanter zou maken, zeg maar. Ja, maar het is wel een heel nieuwe mechanic die je dan introduceert. Uh, en ik, dat doen ze wel. Er zijn wel meer nieuwe mechanics die later in de game worden geïntroduceerd natuurlijk, waaronder dus het glijden. Maar die hiermee verander je de, de, de combat wel dusdanig dat ik niet denk dat je daar nog later mee in de game kan, op de proppen kan komen. Toch? Ja, uh, ik... ik... Ik had het een, een, een logische stap gevonden. Ik denk ook dat het een beetje mijn persoonlijke groei als gamer uh, is geweest. De, 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 want in, in Zero Dawn kan ik me niet meer herinneren dat ik daar zo aan stoorde. Maar ik, ik stoor me nu gewoon een beetje aan. Omdat ik, ik. Het zou zoveel beter passen in de combat. Ik mis het gewoon. Ik denk gewoon echt van. Waarom zit het er niet in? Ja, het het wel, in? Het is best wel een goed punt. Want gewoon een, een soort van schild met een cooldown erop, dat je één keer in een paar seconden gewoon even kan blokken in plaats van rollen. Ja. Dat zou helemaal niet verkeerd zijn. Maar ja. uiteindelijk is het effect toch een beetje hetzelfde. Want je Ja, in plaats van. Dan kan plaats je ze van. toch stunnen of zo? Weet je? je hebt ja, die okay. machines die komen op een hele ja, zo, met een hele ra ra zo, rare ja. death roll komen ze op je af. En dan slaan ze je met, met, met hun staart of zo, weet je. Mm -hmm. En dat is best wel vet, lijkt me dat. om, om die om, om dat de parry te, ja, ja. te timen, zeg maar. Dus uh, dat, dat zou ik wel heel erg leuk vinden. Maar uh, begrijp me niet verkeerd. Ik vind het echt een hele, hele toffe game. Um, ik ben echt enorm bezig om die hele wereld uit te pluizen. En in alles, <tus> in al die kantjes. Uh, uit te zoeken. Heerlijk. Ja, ik weet niet. Ik ben gewoon een zakker voor die shit, man. Het is echt... Uh, uh, het knaagt ook nog wel aan mij, hoor. Ik bedoel, ik, bedoel, ik heb me natuurlijk briljant uh, gespeeld... Heel, omdat ik hem gereviewd heb. Maar het knaagt nog wel. Die, die, die sidequest en al die dingen die nog over zijn... die knagen ook nog steeds aan mij. Ik heb ook nog wel zoiets van... ik wil ook wel verder met die game. Ik ben ik echt wel benieuwd naar heel met veel met dingen. Ja, zeker. Um, en de Elder Ring komt tussendoor. Maar de, de, ik, vind, ik vind die game... heeft. Um, die, die, die mag je aandacht echt wel hebben, zeg maar. Die verdient je aandacht echt wel. Ja. En, en ik vind het jammer dat de Elden Ring ook is gekomen om die aandacht een beetje van hun af te jatten. Want zij zouden eigenlijk de game van het moment moeten zijn, nog steeds. En uh, ja. dat is niet het geval. Uh, gewoon omdat ze een beetje, ja. Uh, yeah. de, de timing is nooit ja. perfect, maar. Ik, ik ga voor West zeker uitspelen. Ik weet niet of ik die echt als completionist uit ga spelen. Maar ik, ik doe het gewoon op een organische manier. Ik ga niet uh, out of my way om een errand te doen of zo. Maar nee. um, ik, ik wil hem wel graag uitspelen. Want ik heb Elder Ring al wel klaar liggen. Ik, ik kijk daar wel naar uit om, dat, uh, om me daar eens even in te bijten. En voor de rest, jongen, ik, 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 ja, de komende maanden zit ik wel lekker hoor met games. Ik, toch wel, ik heb Sifu ook nog niet uitgespeeld, weet je... Ja, maar we, dus we, kunnen, niet, het we kunnen niet uh, uh, over een paar maanden nog een keer over Eldering gaan hebben. Dat snap je natuurlijk wel. <laughs> natuurlijk het, kan het wel. Dan no, is je kans voorbij, je. Dus we zijn, we, uh, Ik bedoel, we zijn met, met, met drie mensen van Powerprater, soms vier. Uh, ja, uh, dit, dit, gaat, uh, dit is ons tempo. Wij doen wat we doen. Oké, okay, prima. <laughs> Toch? Sowieso. Uh, I, I bedoel, uiteindelijk moeten we het gaan hebben over de over Game of the Year. En als ik straks... Alleen maar de speel die, die nu uitkomen. Ja, ja nee, dat is gek dan, gek, uh, gek. dan kan ik over niks mee praten straks. Fair enough. En hey, jij bent de host, ja. dus ik leg me erbij neer. Hey. <laughs> ook dat nog. Hé, hey, Florian, moet jij nu, nu echt weg? Ja. Oh, ik bedoel, staat ja. de politie voor de deur? Ja. En, uh... <laughs> ja, politie, brandweer, ambulance, alles staat hier. Dus uh, ja, nee, ik, moet, uh, ik moet echt pleiten, ja. Oké, okay, nou, dan, uh, dan, dan uh, breiden we er een eind aan. Um, ik dat heb er echt super veel over, de... over te praten, eigenlijk. Maar goed, oké. Okay, ja, dat, dat ja we hebben mag. het nog niet eens over PlayStation Plus en zo al gehad. Oh man. Nee, daar ja, hebben, man. De vorige, hebben we het vorige keer ook over gehad. En ik heb nog heel veel dingen gekeken, zoals, voor, voor, zoals halo, uh, die halo serie en uh, Resident Evil film. En uh, allemaal dingen die gebaseerd zijn op games voor de special waar ik mee bezig ben uh, voor de Power Limited. Maar goed, weet je, dat kan on dan misschien. Onthoud keer dat dan voor dan de van. volgende ja, ja. keer gewoon. Nou. Ja. Cool. Nou, stuur de, de haatmail maar naar Florian. Ja, ja in want dit het geval. Het schuld. Ja, sorry. Helaas. Ja. <laughs> oké. Okay. Nou, uh, heren, hartstikke bedankt voor weer een leuke Pauwenpraat. En um, jullie ook bedankt natuurlijk voor het kijken en luisteren het leuk was. naar Paul Praat. Wat zei je? Ik hoop dat die leuk was. Ik ben uh, nog even valsbescheiden. Ik hoop dat die leuk was. Oh ja, maar ik, ik noem het al leuk. Ja, precies. Man. Ja, ja oké. Okay. <laughs> nou, mocht je nog comments hebben, of, 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 of nou ja, misschien een, een interessante vraag. Uh, stuur die dan op, uh, net zoals Koen dat heeft gedaan. Dus uh, ik, ik herinner je nog even aan, want je hebt natuurlijk alle hectiek uh, alweer vergeten. Maar um, er komen vluchtelingen binnen vanuit Oekraïne. En die zijn vaak, uh, nou ja, in ieder geval mentaal geknakt, maar soms ook fysiek um, niet helemaal meer honderd. Uh, dus um, ja, denk eraan, als je iets hebt waar ze op kunnen gamen, uh, laat het dan even weten. Um, ja, tot over twee weken, dan zijn we weer met een nieuwe Powerpraat en... Um, Total? Oi!